Dames en heren, het moment waar we allemaal reikhalzend naar uit hebben gekeken is eindelijk aangebroken. Vergeet de eerste mens op Mars. Of weer een affaire van een bekendheid. Want dit, en alleen dit, is waarom jij tv zou moeten kijken. Of je nou goed geleerd hebt, goed bent in afkijken of gewoon supersnel bent. Er zijn geweldige prijzen te winnen en iedereen maakt kans. We gaan vanavond live voor goud tijdens de grote online tv-show. There's a reason to rejoice, you see. Allemaal. En allereerst natuurlijk welkom bij de grote online tv-show Tilburg. Prachtig dat jullie hier vanavond allemaal zijn om met ons deze geweldige online tv-show mee te gaan spelen. En op die manier natuurlijk de Tilburgse horeca en evenementenbranche te steunen. Want die steun is ontzettend hard nodig en meer dan welkom. Namens alle kroegbazen denk ik van Tilburg, hè, barmannen, barvrouwen, chef-koks, andere ondernemers, dj's... En natuurlijk namens ons hier in de studio ontzettend veel dank hiervoor dat jullie hier zijn, dat jullie dit doen. Voor ons is dit al win-win. Maar we zijn daar natuurlijk niet alleen maar voor. We zijn hier ook om een superleuke avond met elkaar te gaan hebben. En we hopen natuurlijk dat wij heel veel mensen heel erg blij mogen gaan maken met fantastische prijzen. Want die kunnen jullie vanavond gaan winnen. Hoe kunnen jullie die gaan winnen? Namelijk door mee te spelen met heel veel geweldige spellen. Die spellen die zullen wij steeds van tevoren even gaan introduceren straks. Dus geen stress, het wordt allemaal uitgelegd. We nemen je stap voor stap tijdens deze avond mee, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan. Wie gaan die spellen uitleggen? Ik onder andere, mijn medepresentatoren en niemand minder dan onze Gerard Ekdom. Gerard Ekdom, die kennen jullie waarschijnlijk wel, hè? Die hoeven we niet te introduceren. Maar ik kan me zo voorstellen dat jullie je wel afvragen, wie zijn zij? Dus het lijkt me goed om een mini-introductie te doen hier in de studio. En ik ga maar meteen beginnen bij de meneer naast mij. Yes, de man in het gekke pakkie. Ja, mijn naam is Gijs, de MC-helft van het DJ-duo Fat Guys. Ja, wij liggen zelf ook al een tijdje plat met z'n allen. En voor ons show 2. De eerste keer dat we hier in het presentatieteam staan. Dus allemaal nog een beetje spannend, maar we gaan onze weg gewoon door helemaal heen slaan. Nu we er helemaal even een beetje in zitten, komt dat helemaal goed. Ik heb mijn zakje burgers klaar, dus dat gaat goed komen. Top. Ja, hartstikke leuk. En wie hebben we daarnaast? Mijn naam is Phil. Ik ben de DJ van het duo Fat Guys. En wat Gijs ook al zei, voor ons ligt echt al een tijdje stil. Dus we proberen ons te vermaken met leuke shows online. En vandaar deze show, wat Gijs net ook zegt, voor ons de eerste keer dat we zelf in het presentatieteam zijn. Ligt niet helemaal in onze aard. Normaal gesproken zijn we net
ja, niet meteen tv. Ja, ik mis ook een beetje de muziek en zo en de mensen en de feedback en zo. We zitten een beetje tegen zo'n camera, weinig respons. Ja. Thuis even handjes in de lucht, een beetje zwaaien en een beetje ja roepen. Dan komen we er wel. Ja. Nee, top. Oké, okay. En daarnaast? En dan last best, denk ik. Nee, grapje. Ik ben nummer 4 en ik ben Kiki. En ik ga hier samen met Phil aan deze kant assisteren in het stukje jongens tegen de meiden. Want aan het einde van de avond zijn we ook al heel erg benieuwd naar wat het beste of ja, het sterkste geslacht is. Dat is en al daarvoor... duidelijk, toch? Nou, dat zijn dus denk ik wel de vrouwen, hoor. High five, sis. Ik denk de mannen, hè? Elboek, ja. Ja. En daar zijn ook deze twee mooie kokers voor. Want elke keer als er een man wint of een vrouw wint, daar gaan wij daar een mooi gekleurd balletje in gooien. En dan aan het eind van de avond maken we eventjes de balans op welk geslacht het sterkste geslacht is. Oké, okay, hartstikke goed. Nou jongens, ik ben Myrthe en ik ben ook van de partij. En ik kan je vertellen, wij hebben er giga veel zin in. Wij staan al weken in de startblok om dit te gaan doen. En vanavond is eindelijk de avond. Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. En ik denk dat we maar gewoon kunnen gaan beginnen met het allereerste, ja, het beginwoord eigenlijk van onze Gerard Ekdom. Die eventjes de rode draad ook van vanavond gaat uitleggen. Kom erin, Gerard. Ja. Dames en heren, zitten jullie klaar? We gaan namelijk zometeen beginnen met de spellen. Wil jij kans maken op al die geweldige prijzen? Natuurlijk wil je dat. Let dan even goed op, want de volgende informatie is erg belangrijk. 1. Wij bellen jou. Indien je onze quizmaster iets moet doorsturen, kan dat alleen door te appen via WhatsApp. Zelf bellen naar ons telefoonnummer heeft dus geen zin en is nooit nodig. Er staan 2 nummers op je spelkaart. 1 voor de spellen en 1 van de helpdesk. Sla deze snel onder de juiste naam op in je telefoon. App je naar het verkeerde nummer, maak je helaas geen kans op de prijzen. Geef bij je appje altijd duidelijk aan voor welk spel je meespeelt en wat het juiste antwoord is. Heb jij als breinbreker het juiste antwoord of ben je de snelste? Dan word jij door ons gebeld. 2. Anoniem. Lekker mysterieus. Als jij door ons gebeld wordt, is dat altijd met een anoniem nummer. Wees dus niet bang dat we je iets proberen te verkopen. Zorg er wel even voor dat het volume van je tv uitstaat wanneer je opneemt, anders ben je helaas niet te verstaan. En zullen we uit noodzaak iemand anders moeten bellen. Daar wordt niemand blij van. Of ja, misschien die ander dan. 3. Download onze app. De grote online tv-show wordt gespeeld via onze officiële app. Natuurlijk heb je deze al lang gedownload, maar zo niet, dan moet je dit nog wel even doen hoor. Je kunt hem vinden in de appstores van Google en Apple onder de naam, je raadt het al, de grote online tv-show. 4. Jouw persoonlijke code. Zodra je wilt inloggen in de app, wordt er gevraagd om jouw persoonlijke code. Die vind je rechtsonder op jouw spelkaart. Vul alle gegevens goed in, want deze zijn belangrijk om kans te maken op de fantastische prijzen. 5. Wij zijn er altijd. Maak je geen zorgen. Voordat ieder nieuw spel begint, kom ik terug om een duidelijke uitleg te geven over hoe het werkt en hoe je het speelt. Let goed op, want dit is belangrijk. Stuur als eerste bericht je persoonlijke code naar het spelnummer. Doe dit met de telefoon waarmee je vanavond deelneemt. Deze code hoef je dus maar 1 keer te sturen. Zonder deze code maak je vanavond geen kans op de prijzen. Veel succes en nog veel meer plezier. Ja, ik luid en duidelijk, hè? Inderdaad. Ik denk dat Gerard Ekdom het luid en duidelijk verteld heeft. Wat dus belangrijk is, download die app. Hopelijk heb je dat al gedaan, maar zo niet, download hem dan. Mocht je al een keer eerder met ons meegespeeld hebben, dan is het nog even verstandig om hem goed te updaten. Dus te zorgen dat je de nieuwste versie eigenlijk hebt, hè, mochten er nog updates plaatsgevonden hebben. Wat verder nog belangrijk is, hè, mocht jij je spelkaart niet uitgeprint hebben, geen stress. Je kan hem ook gewoon eventjes overtekenen per spelronde bijvoorbeeld. Hè, dat je de koffertjes even overtekent of zoiets dergelijks. En dan kan je gewoon een foto maken van jouw zelfgefabriceerde spelkaart, zeg maar. En dan stuur je die gewoon door en dan komt het ook helemaal goed. Wij gaan mensen natuurlijk niet, er niet op afrekenen op het moment dat jij geen printer hebt of dat jouw printkaart op was of whatever. Dat komt helemaal goed. Wat verder ook heel erg belangrijk is, hè, is dat je naar het goede spelnummer appt. Je hebt op jouw kaart het spelnummer staan. Daar app je naartoe op het moment dat je mee wil doen eigenlijk met de spellen. Dus dat jij kans wil maken op die toffe prijzen. En je hebt een helpdesk. Dus hou die even goed uit elkaar, want als je naar het verkeerde nummer appt, ja, dan
dan komt het niet goed. Nee, helaas pindakaas. Want dan zijn pindakaas. Dan zijn we bikkelhard. En mocht je nu aan het kijken zijn, maar je hebt nog geen kaart, je kunt ze nog steeds kopen. Ja, zeker. Of je wil misschien je inzet verhogen. Of je zit met z'n vieren te kijken en je denkt, wow, wacht even, wij gaan eventjes 1-1 spelen. In plaats van, het kan allemaal nog, hè. Het kan allemaal. Je kunt dan hieronder, de prijzen staan al een beetje uitgestald. Zijn er echt te veel om op te noemen. Ja. En ze zijn fantastisch. De volgende keer presenteer ik, die ga ik gewoon echt thuis zitten. Dan zelf mee te spelen. Ja. Nou ja, het is zoals ze zeggen, hè, we doen het natuurlijk voor de Tilburgse horeca en evenementenbranche. Dus hè, als jij denkt van, nou, ik speel toch liever mee met mijn eigen kaart. En ga lekker battelen tegen mijn moeder, mijn opa en oma, mijn zwager, vriend, vriendin, whatever. Doe dat dan. Dan denk ik dat je thuis ook, gewoon een leuke challenge hebt, zeg maar. Dus koop dan nog even een extra kaart. En zo niet, nou, dan laat je het voor wat het is. En dan gaan we gewoon beginnen. Want ik denk dat we genoeg gebabbeld hebben voor nu. En dat dat we gewoon moeten gaan beginnen met de allereerste spelronde. We gaan met het eerste spel beginnen. En ik denk dat ik naar jou moet, Kiki. Want Dat mag zeker. Het eerste spel is Vincent van Gogh. En onze Gerard gaat eerst even uitleggen wat het spel is en hoe je het spel speelt. Vincent van Gogh. Kunstliefhebbers, ga er maar eens goed voor zitten. Vincent heeft een uiteenspatting van creativiteit op onze schilderdoeken losgelaten. Eén probleempje. Zijn ideeën komen nog niet helemaal lekker uit de verf. Maar maak je geen zorgen, oefening baart kunst. Hoe langer hij schildert, des te duidelijker dat het resultaat wordt. Kun jij raden wie of wat Van Gogh op het doek laat verschijnen? App dan een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst Van Gogh en het juiste antwoord naar het spelnummer. Wie weet ga jij er met een oogstrelende prijs vandoor. Zorg ervoor dat je zeker bent van je zaak, want je mag per ronde maar één antwoord sturen. Stuur je meerdere antwoorden in, dan doe je helaas niet mee voor de prijs. Nou, eigenlijk was dat dus heel duidelijk, maar toch heel eventjes in het kort. Straks komt in het beeld een heel mooie schilderij voor jullie op het beeld. En onze Vincent van Gogh gaat daar eventjes met zijn penseelstreken rustig overheen. En dan wordt het schilderij eigenlijk steeds duidelijker. Dus mocht je het zien, app eventjes het juiste antwoord naar het spelnummer. En dan win jij een toffe prijs. Vincent, take it away. Ja, nu zijn we echt begonnen, hè? Dit is het. Ik ben wel benieuwd. We kunnen aan de bak. Ik vind de muziekje ook echt wel mooi eronder. En is het een bekende Tilburger? Is het een bekende Nederlander? Is er een categorietje? Of kan het ook een bekende Amerikaanse acteur zijn? Kan of een echt, zanger? Kan echt van alles zijn. Oké. Okay. Ik zie nu weer. En het geslacht wordt toch wel een klein beetje duidelijk, vind ik. Dit was een beetje zoals mijn telefoon er vroeger uitzag. Als je dan zo'n smiley kreeg of zo, dan zag het er zo uit. Beetje Tetris, ja. Lekkere filter wel voor je stapfoto's. Ja. Ja, nee. Ja, het wordt langzaam maar toch wel een beetje duidelijk, hoor. Nou, ik vind hem nog lastig. Ja, het is wel lastiger. Ja, als je het weet, gewoon het meteen is in ieder geval wel. Ik denk wel dat je kunt zien dat dit geen ding meer is, maar wel een persoon. Ja, het is wel een persoon. Ja. Zover ben ik wel. Nou, we zijn toch wel heel dicht in de buurt van de originele foto, denk ik, of niet? Nou, volgens mij. Nou, het verandert zo. Af en toe lijkt het in één keer een Chinees of hij. Nou, nu is het al klaar. Oei! Betekent dat nu al iemand het weet, of? Ik denk dat ze achter de schermen nou de antwoorden aan het checken zijn. Dat we binnen nu een minuutje of zo wel iemand aan de lijn gaan hebben, denk ik. Ik wel knap. Ik hoor volgens mij dat we al iemand gaan bellen. Ik vind het echt knap. Gaan we de eerste prijs al weggeven? Wat een snelheid. Nou, ik had hem zo snel nog niet eruit. Had jij gezien bij jou wie het was? Ja, maar dat komt dat ik hier het antwoord zie staan. Ja, maar dat telt niet, Gijs. Oh, de volgende keer leg ik mijn blaadje weg, ja? Jongens, we zijn aan het bellen. Met Sanne. Hallo, sorry, met wie spreken wij? Met Sanne. Hallo Sanne, jij zit live in de uitzending van de grote online tv-show Tilburg. Hey! Hey. En jij speelt mee met Vincent van Gogh. En jij denkt zo snel al te weten wie dat dit was? Yes, zeker. Jeetje. Zullen we maar gewoon... Ik ben wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Wie denk jij dat het is, Sanne? Oh, Maan. Is dit goed, jongens? Kiki, ik kijk naar jou. Oh! Yeah! Jeetje, zeg! Oh, ben je een grote Maan-fan? Zag je het snel of niet?
Nee, ik heb stage gelopen bij een artiestenbureau, dus ik ken al die foto's gewoon aan mijn hoofd. Oh, je weet het! Hey, dan sta je 1-0 voor. Dus, dus jij herkende het silhouet eigenlijk van de persfoto gewoon? Ja. Jeetje nou, jongens. Heb je stage toch voordelen gehad, hè? Ja. Was het een beetje een toffe stage, Sanne? Ja, zeker weten. Oké, dus niks dan lof. Nee. Hey, als jij zwaar onderbetaald kreeg hè, tijdens die stage, dan is dit het moment om het gewoon eventjes even te benoemen. Nee. Nee. Nou, misschien kan ze het terugverdienen, want volgens mij wint ze toch wel een fantastische prijs. Ja, een leuke prijs. Kiki? Ja, nou ja, we gaan een gouden envelop trekken. Nou ja, misschien dat we eerst ook even echt moeten gaan kijken of het wel maan was. Oh ja, dat is ook wel. Oh ja, oh, ja. Dus dat we dat maar eens gewoon even gaan checken, is. Want ik denk hè, dat het goed zou kunnen zijn. Maar laten we het voor de zekerheid gewoon even checken. Want goed, hè, niet iedereen die kijkt, die herkent de persfoto van maan. Dus ik denk dat de mensen thuis nog wel even willen kijken. Klopt dit eigenlijk wel? Wat denk jij ervan, Sanne? Ja, ik weet zeker dat het klopt. Ja! Yeah! Yeah! En je had het helemaal goed. Wat een knappe meid heeft maan. Hé, hey, Sanne, hartstikke goed. Nice. Jij wil weten wat je gewonnen hebt, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Wie pakt de prijs erbij, jongens? Nou ja, we weten het zelf nog niet. Want nee, ze mag een envelop. Oh, ze mag een envelop. Ja, we gaan meteen vol erin. Een van de... Nou, Sanne, dit is echt meteen super spannend. Want wat jij gaat winnen vanavond, dat ligt helemaal in jouw handen. Ik heb hier voor mij, zoals jij misschien nu ziet, 7 hele mooie gouden enveloppen. En het is aan jou... Ja. Om een cijfer te kiezen eigenlijk. Ik heb cijfer 1 tot en met 7. Zit jouw geluksgetal erbij? Ja, 6. 6. Oei. Oei. Betekent dit dat je ook voor 6 wil gaan? Ja, zeker. Oké, vastberaden. Kunnen we dan even een trommelhoffertje voor die eerste prijs vandaag? Trommelen. Wat verdikken we zeg. Oh, daar gaan we hoor. Oh, zit we je er klaar voor, Sanne? Ja. Wat jij wint, Sanne, is een Wine Event Tilburg pakket. Mogelijk gemaakt door Ra. Wow! Hartstikke idee, zeg. Die is heel nice. Dat is een hele mooie prijs, toch? Ja, het zijn 6 hele mooie flessen drank. Pak dat er even bij. Pakken. Ja, zit in een mooie tasje. En Ra heeft normaal een heel mooie event met wijnhandelaren. En dan kun je gewoon als bezoeker daar naartoe en je lekker wijn proeven en wijnen kopen. Maar ja, vanwege corona gaat dat niet door. Oeh, heb ik het C-woord gezegd? Shit, nou, proost. En nu hebben ze alle wijnhandelaren uitgenodigd en hebben ze zelf een heel mooi pakket. Een fles champagne, een fles crème, liqueur, wit, rood, alles erop en eraan. En daar zit zo'n handig uitlegboekje bij. Ik ben zelf niet zo'n wijnkenner, maar als je dan zo'n boekje erbij hebt, dan leer je toch een hele hoop bij over die wijn, hè? Dus een mooie eerste prijs voor jou, Sanne. En, er zit nog iets bij. Ja, ik had het in mijn handen. Oh, kijk. Ik had het in mijn handen. Het is nog niet klaar, Sanne. Ik was nog niet klaar. Ja, Sanne, jij wint namelijk ook nog 2 Mac-menu'tjes naar keuze! Hey! Hey! Ja. In te leveren bij McDonald's Lekker. Tilburg Centrum. Juist. Dus die komen jouw kant op. Top. En heel veel succes. Misschien als ze dan Vincent van Gogh nog een tweede keer komt, dan kan ze de artiestenfoto-skills weer even in gaan zetten. Wij gaan nu alle persfoto's eruit halen. Hey, Sanne, gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Dag. Nou, leuk. De eerste winnaar is bekend, hè? Ja. En dan gaan we meteen maar door met het volgende spelletje. Denk het wel. Wel een van mijn favorieten. Ik ben wel een beetje sinds heel de crisis uitbrak een beetje puzzelfan geworden. Dus het is tijd voor het 9-letterwoord. Er zitten 2 9-letterwoorden in de show. Een roze en een blauwe. En we gaan beginnen met het roze woord. Ik hoor een keer roze. Ja, en ik denk een roze balletje. Ja, zeker. Want dit was ja. Puntje voor de dames. Sorry, Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik moet het toch zeggen, ook al ben ik niet zozeer voor de dames. Maar roze letters wil niet zeggen dat alleen de vrouwen mogen reageren. Iedereen mag meedoen. Je mag wel maar 1 antwoord insturen. En degene die het als eerste goed heeft, die wint. En op een gegeven moment zijn er letters voorbij gekomen en gaan we hints uitdelen. Ja. Maar houden het eerst nog even blanco. Je maait alles weg voor Gerard dadelijk. Die kan niks meer zeggen. Gaat Gerard het ook nog uitleggen dan? Gerard gaat het ook uitleggen. Oh, potverdikke me zeg.
Jongens, als je nog geen biertje hebt of iets, is dit het moment om die dan even te pakken. Nee, ik denk dat we gewoon nog even naar Gerard gaan kijken en dan zien we vanzelf of Gijs nog iets vergeten is. Ja, laten we dat doen. Ik ga mezelf even schamen. Ja. Lettermania. Het negen letterwoord. Het spel voor de puzzelaars. Gedurende de avond zullen er op verschillende momenten letters in beeld verschijnen. Dit zijn in totaal 9 roze en 9 blauwe letters. Zowel met de blauwe letters als de roze letters kun jij uiteindelijk een woord maken. De presentator zal je misschien ook zo nu en dan een hint geven en duidelijk aangeven bij welke 9 letterwoord de hint hoort. Schrijf alle letters goed op en leesbaar natuurlijk. Denk jij het te weten? Vul het woord of de woorden dan duidelijk in je spelkaart en app een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst 9 letterwoord en het juiste antwoord na het spelnummer. Zo maak je kans op geweldige prijzen. Toi, toi, toi! Nou. Gerard, echt top! Ik wou dat ik het zelf kon. Echt, ik wou dat ik het zelf kon. Ja, dus vanaf nu gaan de letters in beeld verschijnen. En is het puzzelen geblazen, hè? En dat is gewoon random, hè? Dat is, maakt niet uit. De letters zitten gewoon door elkaar. En ja, gedurende de show... Ik zie een letter. Oei. Hey, dat betekent dat we los zijn. En de hints die komen durende de show voorbij. En ja, ik denk dat we meteen maar doorgaan naar het volgende spelletje. En ja, ik durf eigenlijk niks meer te zeggen. Dus ik hoop dat Gerard hier een filmpje bij heeft. En dat hij dat kan uitleggen. Dat kan hij wel. We kijken meteen naar Gerard, jongens. Ja? Ja, we gaan dit Gerard gewoon laten doen. Ja. Pak je moment van rust. Bekertje, bekertje. Let op. Zorg dat jij het beste plekje in de huiskamer te pakken hebt. Want het volgende spel vraagt namelijk uiterste focus en opperste concentratie. Bekertje, bekertje. Het lijkt zo simpel. Een voorwerp verdwijnt onder één van de 3 bekers en zodra ze beginnen te schuiven is het aan jou de taak om hem niet uit het oog te verliezen. Zijn de bekers tot stilstand gekomen en ben je nog niet duizelig? Zet een kruisje bij het juiste bekertje en app een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst bekertje, inclusief het juiste antwoord naar het spelnummer. Ga jij er met de beker vandoor? Yes, ga jij er met de beker vandoor? Ik denk dat we maar eigenlijk meteen kunnen bestarten. En er komen zo meteen 3 fantastische rode bekers in het scherm. En onder die bekers zit een kleine bekertje, een trofee. En volgens mij gaan ze best wel lang alles door elkaar husselen. En aan jullie de taak of die in beker 1, 2 of 3 zit. En ja, doorappen naar het spelnummer. En wie weet bellen we jou wel terug en win jij weer een van die fantastische prijzen. Zo is het maar net. Ik denk dat we de bekers erbij kunnen pakken. Yes, let's go. Woo! Veel succes. Zin in. Veel succes. Even kijken of ze hier komen. Ja, dit wordt full focus, denk ik, hoor. Het lijkt altijd makkelijk, zo'n spelletje, hè? Hey. Nou, ik vind dat helemaal niet makkelijk. Oké, daar zit hij. Kijk. Nou, ik was hem al kwijt eigenlijk. Ik wou het eigenlijk al zeggen, maar ik denk, ik ga nu niet meteen zeggen dat ik hem al kwijt ben. Maar ik ben hem kwijt. Dat weet je sowieso vuurwerk, hè? Dat maakt ja, het ook om af te leiden, zeker. Weet je wat ik altijd irritant vind als ik daar zo aan het kijken ben? Dan hoor je van die mensen er doorheen praten. Dat vind ik ook al bij. Ja, normaal zie je het altijd als je gewoon naar Parijs ging of zo, naar Berlijn, hè? Dan liep je op zo'n plein en zaten op zo'n kleedje. Ik voelde een beetje te donderen. Maar ook meteen weer aan de fiets was. Meteen ja. Weg, hè? Ja. Gelukkig is de inzet hier niet zo groot en winnen hier mensen wel. Ja, ik heb dat vroeger wel vaak. Dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Ja, oh ja, inderdaad. Ik heb misschien een beetje te vroeg gesproken. Ik deed dat wel vaak. Nou wel. Kijk, zit hier op een bekertje. 1, 2 of 3. Je moest wel even lang de focus erbij houden, Tilburg en omstreken. Ja, dit is spannend, denk ik. Je moet inderdaad een lange aandachtspanne hebben, wil je dit helemaal kunnen volgen. Ja. Yeah. Ja, ik denk dat we even alvast een eerste hint kunnen geven, denk ik, of niet? Voor dat 9 letterwoord. Nu al? Ja, ja. Nou ja, ja. Ik vind dat wel leuk. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, de eerste hint is namelijk, ze zijn harig. Ze zijn harig. Ja. Ja. Ze zijn harig. Welk 9 letterwoord ken jij wat harig is? Zijn ze een beetje harig of heel erg harig? Nee. Daar ga ik me niet over uitlaten. Harig. Dat merken we vanzelf wel. Oké. Nou, ik, mijn hoofd gaat al helemaal op tilt. Ja, ik denk dat we even
terwijl we wachten op het juiste antwoord van bekertje, even leuk naar de app kunnen gaan, toch? Ja. Ja. En ik kan helemaal gaan vertellen hoe die app in elkaar steekt, wat je moet doen, hoe je het moet downloaden. Maar ja, daar hebben we Gerard voor. Dus ik zeg, Gerard, vertel het maar. Bring it on. Hallo, hier ben ik weer. Voordat we beginnen wil ik nog even het een en ander ophelderen. Ik weet het antwoord natuurlijk al, maar hebben jullie de grote online tv-show app al gedownload? Zodra je de app opent kun je inloggen met je persoonlijke code. Vul je gegevens in en je bent klaar voor de strijd. We spelen vanavond meerdere rondes via de app. Telkens zodra een nieuwe ronde start zal dit in de show aangegeven worden. Zijn de vragen begonnen, dan heb je een bepaald aantal seconden om deze te beantwoorden, variërend per vraag. Twijfel dus niet te lang, want de tijd tikt door. Pas op! Per vraag kun je maar één keer op een antwoord klikken. En eenmaal geklikt betekent dat jouw antwoord vaststaat. En ook heel belangrijk, hoe sneller je antwoord, hoe meer punten je kunt verdienen. Snel en zeker. Dat is waar je voor moet gaan. Naast de vragen zijn er nog meer leuke onderdelen in de app. Zo kun je via het praatvolkje onderin een bericht met foto sturen naar de studio. Laat maar eens zien hoe gezellig het is in je woonkamer van het beste tv-showteam aller tijden. Wie weet komen jullie nog wel voorbij tijdens de show. Daarnaast kun je ook ter allen tijden in de ranglijst kijken op welke positie je staat. Kun je vrienden opzoeken en de score delen via social media. Wat een spanning en sensatie! Zet hem op! Ja. Yes! Helemaal helder, toch? Ik denk dat we er klaar voor zijn. Hè? Ik denk vooral die foto's vind ik wel echt leuk. Dus heb je thuis, maak even een fotootje van hoe je erbij zit. Daar zijn we heel benieuwd naar. Ja, dat cameraatje zit gewoon in de app zelf. Hè? Dus hoef je niet via WhatsApp te sturen. Als je de grote online tv-show app, zit zo'n cameraatje onderin. Dan stuur ze door. Dan zien wij met wie we aan het spelen zijn vanavond. Voor ons ook leuk. Zeker. Ja. Ik denk dat iedereen de app heeft gedownload. Open de app. Ga er even goed klaar voor zitten. Zorg dat je die app dus de aanslag hebt. En dan denk ik dat we gewoon maar moeten beginnen. Dat denk ik ook. Ja. Yes, succes. Veel succes. Succes, jongens. Een klein beetje meer succes voor de mannen, want ik wil eigenlijk wel een blauwe bal. Nee, wij gaan voor de ladies. Laat ons niet in de steek, meiden. Succes. Thank you.
Ja, ja, wat een vragen, hè. Maar er zaten ook echt leuke vragen tussen, hè. Ja, kunnen we er een paar even noemen? En welke provincie ligt het Nederlandse plaatje Amerika, Gijs? En je mag niet op je blaadje kijken. Maar ik heb wel opties voor je. Het was Noord-Brabant, Gelderland, Limburg of Groningen. Ja, ik weet deze. Want Rowan Hazen die treedt er altijd wel zijn slotconcert. Dus ik ga voor Limburg. Tadaa! Ja! Ja, is goed, is goed, mag ik een envelop openmaken nu of niet? Welke envelop wil je? Nummer, wat was het? 6? En de meest voorkomende achternaam in Nederland. Dat vond ik ook wel een... En wat zijn de opties? De Vries, De Jong, Jans en Bakker. Jansen zou ik zeggen. Ja, dat zou ik ook denken. Nee. Bakker. Hier staat De Jong. De Jong? Nou, dan De Jong? Helaas, daar gaat mijn prijs. Daar gaat hij. Ja, oh. Maar als het goed is, moeten mensen het ook wel... Ik ben wel benieuwd wie het dan wel allemaal goed heeft. Want er moet ergens een tussenstandje zijn. Ik ook. En ik weet wie de beste zijn. Er zijn er eigenlijk twee. Althans, nummer 1 en nummer 2. En iets maakt me heel blij. En dat is dat zowel de nummer 1... Oei, ik weet het al. Als de nummer 2... Een... Een man is! Ja! Blauwe bal erin! En de tweede prijs... Die ga ik er eerst eens bij pakken. En dat is een hele leuke, vind ik zelf. Ja, want deze bellen we niet op. Die moeten we het eventjes zo doen. Ja, die gaan we het zo vertellen. Maar hoe heten ze? Ga ik eerst vertellen wie het heeft gehad? Oh, ja, of ga ik eerst de prijs beginnen maken? Nou, eerst wie, denk wie? Ik. De tweede prijs is gewonnen door een man. Hij is 24 jaar oud en zijn naam is Dirk. Woehoe! En Dirk, jij wint 2 van deze geweldige pakketjes... Met een Rodenbach Grand Cru, een Brugge Triple en een Cornet. Gesponsord door Bavaria. Echt hele lekkere biertjes. Vooral de Cornet, daar ben ik echt wel fan van. En natuurlijk zitten er 2 bonnetjes bij voor McDonald's Tilburg Centrum. En dat is nummer 2, hè? Dus dat Dirk is nummer 2. Jongen, jouw kant op, jongen. Woehoe! Gefeliciteerd, hè? Dus Dirk kan lekker gaan pilsen. Die kan lekker gaan pilsen. Ja. En de nummer 1, die kan ook lekker gaan pilsen. Oh. Maar die krijgt geen pils. Oh. Maar die krijgt iets anders. En het is een man, wat ik al zei. 49 jaar. Zo. En Robbie, want zo heet de winnaar. Robbie, jij krijgt een waardebon van Brunchcafé Koppig. En dat is voor een borrelplank voor maar liefst 4 personen. Woe! Dus het eerstvolgende feestmomentje die je hebt... kun je een lekkere borrelplank halen bij Koppig... Mocht je nou geen Robbie heten, maar wel denken, ik wil ook zo'n borrelplank. Die kun je gewoon bij Koppig bestellen. Ik zie die voorbij komen op die Instagram en die woont daar vlakbij. Die zijn echt heel lekker. Ja. En Robbie, ook voor jou 2 Mac-menu's van McDonald's Tilburg Centrum. Als je nog niet genoeg gegeten hebt na dat borrelmenuutje van Koppig, dan kan je daarna nog naar de Mac. Hatsé. Maar die borrelplanken zijn echt lekker, hè? Ja, zeker. Dat is echt goeie. Leuke meiden ook. Maar, ik zeg toch? Ja, toch? Ja, zeker. Zijn zussen, hè? Ja. Ja, ik hoor van jullie altijd hele goede verhalen. Ja, zeker. Hè? En normaal zeg als je 2 blauwe ballen hebt, dat is normaal niet zo goed, hè? Maar in dit geval is 2 blauwe ballen wel heel goed. Ja, zeker. Hallo! En vertellen, hoeveel staat dit nu? Hoeveel vrouwen tegen mannen? Ja, volgens mij is het 2-1 voor de mannen, helaas. Hallo! Ja, en ik ben wel benieuwd... Of Robbie en Dirk, of die dan de score een beetje vast kunnen houden. Hè? Want komen gewoon weer nieuwe vragen en nieuwe rondes. Ja, klopt. Dus mensen thuis, pak ze. Hè? En Robbie en Dirk, gefeliciteerd. Keep up the good work. Ja, hartstikke leuk. Nou, Robbie en Dirk inderdaad, van harte gefeliciteerd. Als je nu super blij bent met die prijs... Stuur even een hele leuke, enthousiaste foto. Misschien met je naam erbij, hè? Op een papiertje geschreven. Dan weten wij ook wie Robbie goed en Dirk plan, zijn. Zeker goed plan. Ja, dus dat is wel leuk. Oké, we gaan door, denk ik. Ik denk dat achter de schermen ondertussen iemand aan de lijn gaan hebben. Want alweer een winnaar. Er schijnt een goed antwoord te zijn. Of ja, goed. Ik weet het eigenlijk niet eens. Een antwoord te zijn van bekertje, bekertje. Of die goed is, moeten we nog maar eens bekijken natuurlijk. Ja, ik wou wel alweer een winnaar erin gooien. Maar dan moet ik nog eventjes wachten. Oké, dan gaan we iemand bellen, jongens. Helemaal spannend. We gaan even wachten. Daar gaat hij over. Dat vind ik altijd zo'n mooi moment. Hallo Berry. Een hele goede avond, Berry. Zeg ik het goed? Hallo? Hallo. Berry, hoor jij ons? Ja hoor. Spreek ik je naam goed uit?
Ja. Oké, dan heb ik het goed verstaan. Hey, hartstikke leuk. Welkom. Jij zit in de live-uitzending van de grote online tv-show. Hey. Ja, mooi. Ja, en jij hebt het spel meegespeeld. Balletje, ja. balletje, bekertje. Barry, ik ben eigenlijk wel benieuwd onder Barry, welk bekertje. Jij denkt te weten waar die zit. 1, 2 of 3? Zeg het maar. Bekertje nummer 3 had ik. Nummer 3. Als het goed is, kunnen we nu even naar het antwoord gaan kijken, of niet? Barry, heb jij ons op luidspreker staan toevallig? Ja. Hey, zou jij dat er misschien af willen halen en hem iets dichter bij jouw mond willen houden? Want wij horen jou in de studio heel ver weg. Oh, dat is goed. En dit is jouw moment of fame, hè, op tv. Ja, dus die moet je ook even pakken en even gaan ownen nu, zeg maar. Ja. Hey, hartstikke goed. Nu horen we jou beter. Ja, veel beter. Maar bekertje 3 was het, hè? En Dirk doet trouwens een groet, die zit naast mij toevallig. Nee! Verdikken me zeg. Zijn jullie die lucky bastards, zeg die maar. Die wonen in Prijzenpaleis, zie je wel weer. Maar hey, wat leuk. We juichen wel, maar we weten eigenlijk nog helemaal niet of Barry eigenlijk wat prijs heeft, hè? Nee, dat klopt. Nee, we gaan eens kijken. Bekertje 3, kunnen wij even hier het antwoord even laten zien? Welk? Ja, kijk, daar komt ie. No! Barry, wat jammer! Jeetje! Oh. Ja, dat was lekker. Dirk vragen om een biertje, of niet? Ja, jammer! Ai, 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 ai. Oh, wat een anticlimax. Ik dacht, oh Barry, ik zag het al 3-1. Oh. Ja, een beetje een dompertje, maar we moeten toch afscheid gaan nemen van je, jongen. Ja, dat is goed. Oh, jammer. Maar Dirk had wel 2 speciaal bierpakketten. Hè? Dus misschien dat Dirk zo vriendelijk is dat hij jou 1 pakketje geeft. Ja, die zou hij wel delen. Oh, ja, gelukkig. Goed, druk op Dirk. Fijn. Hey Barry, toch hartstikke bedankt voor het meespelen. Hè? En blijf gewoon proberen, want de avond is nog niet voorbij. Oké. Okay. De nacht is nog zo lang. Ai. Ja, ik zei alweer het goede antwoord, maar het kan zomaar zijn dat je gewoon met het verkeerde antwoord hier in de show zit natuurlijk. Ja, dan voel ik al helemaal, dan heb je de adrenaline, denk je, oh, ik heb het. En dan gaan ze gewoon zat zeggen, er helemaal in ook. Helaas. Ja. We zagen zo prijzen strooien. Ja, ik denk dat gaan we dan meteen maar de volgende bellen. Ja, dat we de volgende gaan bellen inderdaad. Want hè, op het moment dat er iemand helaas naast de prijzen grijpt. Nu heb je dus 50% kans. Een man. Gaan we meteen kijken. Als er nu een vrouw opneemt, ja. Yo. Ja. Hallo. Hi, met Priscilla. Hallo. Priscilla, klopt dat? Ja. Ik hoorde ook ja, een man. Ja, dat klopt. Wie is ja, de dat kaart? Klopt. Remco zit naast mij. Priscilla van wie is de kaart? Van Priscilla, van mij. Ah. Ja. Hey. Top. Hey. Ja, Priscilla. Het wordt een beetje makkelijker, want antwoord 3 is het sowieso niet. Die had Barry al verkeerd geraden. Is het bekertje 1 of is het bekertje 2? Het is bekertje 2. Nou, ik denk dat we maar eens even naar het antwoord gaan kijken, Priscilla. Spannend. Want niks is meer zeker na net natuurlijk. Eens eventjes kijken. Ja! Zeker! Het eerste bekertje is gewonnen. En jij bent natuurlijk benieuwd wat jij wint, Priscilla. Dat is een hele gave prijs. Ik pak hem er even bij. Ja, dit is een hele leuke, ja. Ja, namelijk een noodpakket. En nood met de letter T. En die wordt aangeboden door Café Bolle op het Piersplein. En wat zit daarin? Daar zit een lekker flesje wijn in. En een lekker biertje zit daarin. En een bon voor een tosti naar keuze. En die zijn daar dat heel altijd lekker. Jazeker. En als je dan toch op het Piersplein een keer bent, dan zit daar ook echt een speciaal zaak. Echt een goed restaurant. Jazeker, waar jij 2 minuutjes naar keuze mag halen bij McDonald's Tilburg Center, Priscilla. Lekker. Jazeker. wij gaan zorgen dat deze jouw kant op komt. En hartstikke goed gedaan. Ja, top. En een fijne avond nog, hè? Dank je, jullie ook. Doei. Hey, doei. Ja, dit was een vrouw. Het was een vrouw, jongens. De dus kaart wordt, was... Ja, het wordt weer gelijk. Het is bijna zeker. Het was een vrouw, maar het antwoord is sowieso geraden door de man. Dat weet ik zeker. Nee, zeker niet. De kaart was van Priscilla, jongens. Hou er maar over op. Ja, 2-2. Het is klaar.
Nou, zal ik als een soort van troost nog maar even een hintje droppen voor het negenletterwoord? Oh ja, die hebben we ook nog, hè? Die letters. Ja, die eerste was, ze zijn een beetje harig. En de tweede hint is, ze zijn niet altijd in een goed humeur. Oei. Dus buiten dat ze een beetje harig zijn, zijn ze ook niet altijd in een goed humeur. Interessant, interessant. Ja, ik zag toevallig net weer een lettertje wegspringen. Ik zag hem ook wegspringen, ik was net te laat. Ik heb hem gemist. Oei, 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 oei. Dus als je het weet, app het door. Maar je hebt maar één kans. Dus ja, als je 6 woorden gaat appen, ja, alleen het eerste woord dat je stuurt telt. Dus ik ben benieuwd of er al iets binnen aan het komen is. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Spannend. Maar dat horen we straks wel, als het zover is. Ja. En nu, we gaan door. We gaan door naar het spelletje wat al een keer eerder is gespeeld. En dat is Vincent leuk. Van Gogh. Dus we gaan weer even gokken op het penseeldoek van onze Vincent. Ja. En ik zeg, laat hem maar starten, want ik denk dat we nog wel weten hoe die werkt. Ja, dat denk ik ook wel. Ik hoop dat Sanne ook klaar zit met haar artiestenpersfoto's. Die heeft er een boekje naast zitten, denk ik. Ja. Dit is ook met dat leuke liedje, ja. Ja, daar komt het liedje weer. Ik dacht dat jij hier een muziekstukje op had geoefend, inderdaad. Oh, kijk. Oh, nee. Ja, en dat kan dus weer van alles en iedereen zijn, hè? Voorwerpen, mensen... Lijkt zo net een aap. Zie je zo? Bekende Tilburgers, bekende Nederlanders, buitenlanders. Ik heb niet mijn blaadje gespiekt, maar ik zie het heb nu. Een gokje. Mocht jij ook even het nummertje doen? Het is een beetje stilte, alsjeblieft. Nee. Oh ja. Ik zie hem. Ja. Ik zag hem al. Ik heb hem. Zijn kleding verraadt een beetje, vind ik. Nou, hij is gewoon heel uitgesproken. Gelaat. Kleding. Gelaat. Gelaat. Oeh, deze was het. Ja. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het wel voor slachtoffer weer is, hè? Laten we hopen dat de beller hier een dito is. Oeh, ja. Ja, ja, ja. Oké, jongens. Wie zou het goed kunnen? Phil had hem snel. Die had hem snel door. Ja, ik weet hem. Maar jij bent fan, dat weet ik. Ja. Ja. Oei. Ik ben benieuwd of er nog meer... Fans moeten hem denk ik wel snel maar herkennen. Ik was ook wel fan van de eerste, maar die kon ik niet meteen herkennen. Oh. Maar... Had jij die foto niet boven je bed hangen? Nee. Onze kussen. Dat mag niet. Nee, maar ik ben inderdaad fan, ja. Ja. En gaan we al meteen even iemand aan de lijn krijgen? Ja, dat weet ik niet. Gaan we al meteen iemand hebben? Iemand die dat zo snel weet? Ja, maar ik weet het zou me verbazen, maar je weet het nooit hier. Ik weet het ook niet. Ik denk het nog niet. We waren net ook heel snel, dus. Ja, oh, daar gaan we. Telefoon. Daar gaan we. Hallo, met Kim. Hey Kim. Hey Kim. Hallo. Ik hoor op de achtergrond al een beetje gejuich. Ja, klopt. Kijk. Nou ja, jullie zijn live bij de grote online tv-show. En wij zijn eigenlijk heel benieuwd. Hoe snel had je hem door? Ja, we zagen hem vrij snel. Echt met de wat grotere blokken nog. Kijk. Ik vind het best wel knap eigenlijk. Ja. Althans, ja, ik weet nog niet... Ja, maar ben jij ook fan? Ja, beetje. Beetje. Nou, ik denk we maar gewoon moeten gaan droppen wat het antwoord is. Want sommige mensen thuis zullen denken, ben je fan? Ja, van wie dan? Voor wie dan, ja? Wie denk jij dat het was? Max Verstappen. Oeh, Max Verstappen, ja. Het zou zomaar kunnen. Maar gaan we eventjes kijken of jij het goed hebt? Ja, we gaan even kijken. Ah, yeah! Yeah! Helemaal goed, helemaal goed. Ja, ik heb toch wel één vraag. Waaraan herkende jij hem dan meteen? De kleur in het pak. Toch het pak. En ik heb ook een vraag, als we dan toch aan het vragen zijn. Hoe hou je dan van Formule 1 of hoe komt het dat jij Max Verstappen meteen herkent? Ja, echt gewoon kleur in het pak. Ik dacht echt, dit wordt een... Ja, ik ben ook geen Formule 1 fan, maar ik herkende meteen al die logootjes op zijn shirt. Ja. Dat heeft maar één sport. Ja, als jij mee zou doen, zou je het ook meteen zijn. Dan weet je het ook meteen. Hey, hartstikke goed. Je hebt het goed. En ik denk dat we maar gewoon moeten gaan kijken naar wat je gewonnen hebt. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is ook wel belangrijk. Dat gaan we weer bij jou doen, Mich. Gaan we dat bij mij doen? Oké. Okay. Oh, jij mag weer een envelop gaan kiezen. Nummer 6 is al gekozen.
Maar verder kan jij nog uit alle cijfers kiezen tussen de 1 en de 7. Dan kies ik voor nummer 3. Nummer 3. Daar gaan we weer, jongens. Tromgeroffel. Deze voelt goed voor jou? Deze voelt goed, hè? Ja. Oké, dan doen we hem. Ik ben benieuwd. Ja! Wat jij hebt gewonnen is een cadeaubon ter waarde van €30, inclusief een fles wijn, voor Bruin Café. Ik had al even gespiekt, maar dat is een goede fles wijn. Ja, zeker. Ja, dit zijn wel de wijnkenners van ons tweeën. Nou, ik moet zeggen, Bruin Café heeft niet de minste fles wijn erbij gedaan. Want wij zijn wel een beetje jaloers. Ja. Er zit een heerlijke wijn bij, namelijk van Vina Cruz. En dit is een wijn uit Spanje. En de Reserva zelfs, dus uit 2015. Ja. Dus hier ga je heel gelukkig van worden, denk ik. Ben je een beetje wijnfanaat? Een beetje wel. Oké, dus jij weet wel raad met die fles. Ja, hoor, komt helemaal goed. Ook al ooit bij Bruin Café geweest? Nee, daar nog niet. Het is een hele leuke zaak met hele leuke eigenaren. Ja, zeker. Met kerst hadden ze helemaal zo'n soort kerstwinkeltje. Hè? En kerstbomen kon je er kopen, dat was helemaal, vond ik helemaal gaaf. Ja. Leuk. Echt leuk. Het is een warm bad waar je terechtkomt als je daar naartoe gaat. Absoluut. Ja, dan gaat dat helemaal goed komen. Hey, geniet heel veel van je prijs. Hey, buiten die prijs nog iets. Oh ja, jij krijgt natuurlijk ook die 2 Mac-menu's. Oh ja, tuurlijk. En ik denk dat het nog even belangrijk is om iets te benoemen wat betreft die prijzen. Want we geven allemaal wel leuk prijzen weg. Maar jij vraagt je misschien af, hoe krijg ik die prijs? Moet ik die ergens ophalen? Komen we die brengen? Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Na de uitzending, morgen of overmorgen bijvoorbeeld, nemen we contact met je op via de telefoon uiteraard. En dan spreken we even een moment af waarop we komende week de prijs, geheel coronaproof natuurlijk, netjes bij jou kunnen komen bezorgen. En ook bij de rest van alle mensen die vandaag in de prijzen gaan vallen. Helemaal top. Dus dan weet je dat. Je hoeft er zelf verder niks voor te doen. Gewoon lekker thuis blijven en het wordt allemaal geregeld. Yes. Oké, hartstikke goed. Hey, succes nog verder met het meespelen. Dankjewel. En fijne avond. Doei. 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 Dag. En Kiki. Oh, je had hem al in je handen. Ik dacht het eigenlijk al dat je zei, ik moet nog iets zeggen. Dacht ik, niet die bal. En toen kwam je het anders, is het vergeten. Maar... Nee, maar toch. Ik hoop je het ook al, maar ja, ik was heel erg in dubio. Ga ik dat dan wel zeggen, niet ik zeggen? Ik ga het niet meer zeggen vanaf nu. Ik heb het 1 keer gedaan, ik heb spijt. Maar het is een heel leuk spel, maar ook wel weer dan... Hoor ik een vrouwenstem in de telefoon en ben ik toch lichtelijk teleurgesteld. Ja, ik heb een beetje hetzelfde. Ja. Ik word daar helemaal blij van. Ja. Ik word daar helemaal blij van. Kom op, mannen, kom op. Ik denk na de 2e Vincent van Gogh vind ik het wel weer tijd voor een ronde bekertje. Oh, leuk. Ja. En de moeilijkheidsgraad gaan we gewoon een beetje opkrikken. Barry, daar wordt even dubbele focus, jongen. Ja, misschien kun je nu wel nieuwe winnen. Kansen. En Dirk, help hem even. Ja, we gaan er gewoon weer voor. Wij stoppen weer het bekertje onder het bekertje en dan husselen we door elkaar. We stoppen het bekertje onder het bekertje. En dan gaan we husselen. En de rest is aan jullie, hè? Succes! Ja, let's jongens. Go! Bril op, focus aan. Ja, leesbril op. Oeh. Kijk of ik het weet. Ja, ze zouden dan ook... Ik denk wel een beetje sneller gaan. Daar is nummer 2. Oei. Oh, hij gaat snel. Wij zien maar een klein schermpje, maar je komt als je thuis zo'n full HD-scherm hebt, dat je misschien net even wat betere focus hebt. Maar als je misschien met meerdere zit te kijken, dan kun je zeggen, oh ja, ik vond het hier niks voor. Ik denk dat het vooral ook aan dit goede afgooien. Ja, dat denk ik ook. Dus echt even fully focus, maar dan meer heb ik het down. Is dat Limburgs? Ik denk. En meer? Limburgs? In het Limburgs betekent denk ik weer heel anders, hè? Oh ja, dat klopt. Hé, we zijn klaar. Oeh, hoi. We zitten helemaal, we waren helemaal aan het kletsen. Jullie zijn er kwijt. 1, 2 of 3. Denk jij te weten, app het door naar het spelnummer. En wie weet hebben we jou dan zo meteen wel aan de lijn. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben echt benieuwd.
Ja, klopt. Ik ben ook benieuwd. Jongens, appen. En ondertussen zou ik graag eventjes willen gaan kijken of er al mensen zijn die een leuke foto hebben ingestuurd. Oei, zeer benieuwd. Heel kijken naar de mensen. Dus ik denk dat we daar gewoon even naar moeten kijken. Zijn ze. Hey! Kijk hoe leuk. Proost. Gezellig aan de wijn, biertje erbij ook. De wat hebben ze daar op dat plankje? En leertjes, denk ik. Oh, kijk eens hoe gezellig. Kijk. Wel leuk. Die zijn nog aan het avondeten, zie je dat? Ja, avondeten. Dat kan gewoon, hè? Kijk. Oh, romantisch avondje kan natuurlijk ook gewoon, hè? Ja. Misschien is er wel een date, jongens. Ja, dat zou ook kunnen. Ik bedoel, wat ga je nu doen tegenwoordig als je een date hebt? Ah, kijk, lekker biertje. Kijk, speciaal biertje erbij. Misschien is dit wel Dirk. Carmelietje. En Barry. Zouden dit Dirk en Barry zijn? Nou, weten we niet. Oh, wat... Kijk. Heel mooi. Is dit katterig? Jazeker. Jazeker is het katterig. Oh ja. Hé, zijn dit nou... Of niet? Ja. Is dat nou Willem en Jazeker. Ik zag het niet goed, hoor. Ah, kijk. Zit er maar alleentjes bij. Kijk, zijn de vrouwen, hè? Ja. Dan zijn een beetje de vrouwen vertegenwoordigd. Ja, die zijn beter vertegenwoordigd op dit moment. Hey! Dat is een bekende, hè? Ja. Notaris, we missen je. Jazeker. Leuk. Wat jeetje. Leuke foto's, ja. Ja, het is... blijf ze sturen. Absoluut. Echt leuk. We hadden het er net nog over. Hè. Wij zijn normaal gesproken gewend om dan toch die interactie te hebben met mensen. Jullie als DJ, wij ook in ons werk. Om dan toch te zien wat je ook terugkrijgt. We staan nu hier natuurlijk in een lege studio. Ja, dat is voor ons toch best wel onwennig. Dit is niet wat wij normaal gesproken doen. Dus dat is toch een beetje anders. En als wij dan zien wie er aan de andere kant zit, dan krijgen wij ook meer dat samengevoel. Ja, het is heel leuk. Ook als je dan iets organiseert en je ziet dan dat mensen aan meedoen. En je ziet ook echt de gezichten achter. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik word er heel vrolijk van. Ja, dus ik was al heel vrolijk, maar nog vrolijker. Nog vrolijk. Jongens, ga vooral door. Stuur nog meer foto's op, want wij willen die gewoon heel graag blijven bekijken. En het is voor iedereen thuis denk ik ook wel leuk hoe iedereen erbij zit. Ja, top. Helemaal leuk. We gaan straks nog een momentje inplannen, denk ik, om eventjes de fotootjes door te kijken. Zeker. Ja. Maar we gaan weer over naar de orde van de avond. Ik hoop dat we iemand aan de telefoon hebben. Gaan we bellen. En de vraag is of dat een goed of een fout antwoord gaat zijn. Onder welk bekertje de beker zat. En of de man of een vrouw is. Eigenlijk neemt dit heel serieus. Eigenlijk is het belangrijker. De man of de vrouw. De antwoord daar. Hoi, met Yannick. Oh, hallo, met wie spreken wij? Met Yannick. Yannick. Ja. Hey. Wat een leuke naam. Hallo. Ontzettend leuke naam. Hé, hey, hartstikke leuk. Je bent live bij ons in de uitzending. En jij gaat het balletje raden. Woonkamer. Ja, sorry, zeker. Wat zei je? Ja. Ik zei bij ons, ben je nog niet in de woonkamer? Hey, wij verstaan hem heel slecht. Er zit een vertraging op de lijn, maar dat geeft niks. Oh. Nou, dan gaan we maar meteen naar het antwoord, denk ik dan. Welk antwoord denk jij dat goed is? Onder welk bekertje zit hij? Ik denk 3. 3. Onder bekertje 3. We kunnen er maar op 1 manier achterkomen, hè? Slimmerik. Ja, kijk dan. Dan gaan we eens even naar het goede antwoord kijken. Haal die bekertjes er maar weer bij. Weerderen. Nou, Yannick. Yay! Hartstikke idee, Yannick. Oh, ik vond het toch wel even spannend. Want ik dacht, het kan zomaar fout zijn natuurlijk. Mag ik even vragen, Yannick, wat is jouw tactiek? Want het gaat echt rete snel. Heel veel bier drinken. Oh, nou, ik hoop dat er nog een derde ronde komt, want dan join ik het weer. Yannick, was dit dan een soort van Vincent van Gogh? Of, wat zei je? Was dit dan een soort Vincent van Gogh? Gewoon een pure gok? Of wist je hem wel echt? Nee, we hebben het echt gekeken. Oké, top. Hey, fucking leuk. Ja, en over veel bier drinken gesproken. Ik ga even een prijs erbij pakken en die spreekt eigenlijk wel een beetje voor zich. Heb ik de verkeerde te pakken? Denk het wel. Oh, dan is het... Oh, sorry. Ik heb me vergist. Het is eigenlijk... Het hoort een beetje bij elkaar. Nee. Het hoort een beetje bij elkaar. Yannick is teleurgesteld. Nou, het is meer... De prijs is hetzelfde. Maar het kratje is van iets anders. Maar je wint alsnog een kratje Jupiler bij de boekanier. Ja. En? Dat is om dat nog even af te toppen. Als je denkt, nou, dat kratje bier, dan kan ik nog recht overeind staan. Er zit nog een rondje schrobbelair bij. 8 shots voor jou en je vrienden. Wow.
En het is een jaar geldig, dus geen zorgen dat je dan denkt, oh, ik moet dat binnen nu en een week opdrinken. Nee. Laten we in godsnaam hopen dat binnen nu en 365 dagen die boekenier open is. Dat mag want, ook open. Ik mis dat ratje wel. Ja. Ik mis dat ratje wel. Dat ratje, ja. Ken je het ratje van de boekenieren, Yannick? Wie niet? Wie ja, kijk, hè, met jou kunnen we praten, inderdaad. Dus wij gaan deze jouw kant op sturen. En, nee, we komen ze zelf het brengen. Oh, ja, nou ja, we komen hem brengen. Kom maar hier, je bent welkom. Nou, zeker. Komen we, dan zie je ons binnenkort verschijnen. Dan komen we ook bier drinken. Hé, Yannick, valt het dan toch mee? Want je was eerst een beetje teleurgesteld, hè? Maar nu? Nou, trouwens... Ik vind hem goed. Ik doe het ermee. Top. Wacht, stop. Hold op. Niet ophangen. Want, Yannick, waar ga jij na het stappen altijd in één streep naartoe? Goed zeggen, goed zeggen. Nadenken. Naar de Mac. Ja! Yeah! 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 2 minuutjes bij het kratje bier. Ik kreeg de hele Spaanse benauwd. Ja. Zou ze slang maar ten zeggen? Ik dacht, ik ga toch geen tropical zeggen? Dat kan ik wel. Ik wil dat bijna doen, YMCA. Ja. Hé, hey, die doe er gewoon bij voor jou. Woehoe! Yes! Hey, van harte gefeliciteerd en succes met de rest van de spellen. Dankjewel. Okay. Doei. 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 Oh, dit was leuk. Ja, ja, hier doe je het wel voor, hè? Hier doe je het voor. Ja, zeker wel. Ja, nou ja. En, weet je, ik ben een sportieve verliezer. Althans, ik ga er niet vanuit dat we verliezen, maar ik... Kiki. Ja. Ik vind het ook een blauwe bal waard voor de eerlijkheid van de mannen. Die al 2 keer is gevallen. Want het is hier een keer verdacht stil als die roze bal niet valt. Was... Ja. Ze was hem vergeten, hè? Nee, hoor. Wat? Nee, nou, hoor, zegt hè. Vooruit, vooruit. Maar wat is nu eigenlijk de tussenstand hier? Oh. Nu ben ik ook wel benieuwd, Phil. Mag jij lekker zeggen. Ik kan niet goed in de diepte kijken. Mirth? Ik denk dat het 2-2 staat. Nee, Mirth, dan zeg jij het maar. Nee, het staat 4-2 voor de vrouwen. Ricky, kunnen jullie daar een man laten winnen? Dank u wel. En om daar nog maar even een 5e balletje van te gaan maken voor de vrouwen. Gijs, hoe staat het met dat roze 9-letterwoord? Ja, ik denk dat ik maar de laatste hint ga droppen. Toch wel? Ja. Oh. Ja, dan gaan we hem aftoppen. Ja. En de laatste hint, als je het nu niet weet, dan is het denk ik een beetje pech. Wat waren de eerste 2 hinten? Doen we die? Hint. Ze zijn hinten. Een beetje harig. Ze hebben niet altijd een goed humeur. En de derde hint is roze vrucht. Nu gaat er bij mij een lampje branden. Dus ik denk dat als je het weet, branden sowieso een lamp. Die ik zit helemaal in de spanning. Je zou Lingo nog eens kunnen gaan presenteren zo. 7-letterwoord, 5-letterwoord. Dat trek ik allemaal niet, joh. Ook allemaal met balletjes. Nee. Dus als je het weet, app het door. En wie weet, hebben we je zo meteen in de studio. Ja, dat zou echt superleuk zijn. Hey, tot dat moment, we wachten dat moment even af, gaan we nog een ander spel spelen. En dat is namelijk Raad de Plaats. Oh, mijn god. Ja, het is eindelijk tijd voor een beetje muziek hier in de studio. Dit is mijn favo. De mensen thuis ook, je hoeft niet stil te blijven zitten. Je mag gewoon even opstaan. Coronaculus eraf. Gewoon even lekker handjes in de lucht. Hopsakee. Volume. Even gewoon aantikken. Maximaal aanknallen. Let's go. Het is weekend, hè? Het is weekend, daarom. Het mag gevierd worden. En wij zullen de grote online tv-show niet zijn als we Gerard Ekdom niet weer even aan het woord zouden laten om het spel goed uit te leggen. Dus Gerard, kom maar door. Raad de plaat. Het is tijd voor Raad de plaat. Deze spelen we live met slechts 1 van jullie. Je krijgt zo direct een aantal fragmenten van diverse nummers te horen. Kun jij raden welk nummer gespeeld wordt? Dan heb je prijs. Maar je krijgt een keuze. Behoud je jouw prijs of ga je door naar de tweede ronde? Ga je door, dan vervalt de prijs die je had gewonnen. Maar maak je kans op nog veel mooiere prijzen. Oh, wel goed om te weten, we spelen de muziek niet voor, maar achteruit af. Ga jij er na 3 rondes met de hoofdprijs vandoor? App nu, raad de plaat naar het spelnummer. En wie weet ben jij zo live in de show met Raad de Plaat. Hey, Raad de Plaat. Hartstikke leuk. Ik denk dat we er verder niet heel veel meer over hoeven te vertellen. Hè? Gerard kan dat uitleggen als de beste. Ja, hij zei alleen
Oh ja, één dingetje waarbij we hem nog even wel moeten corrigeren. Iedereen maakt fouten, hè? Ja, precies. Ja, dat is zelfs onze goede Gerard. Nee, en dat is namelijk dat Gerard uitlegt dat we iemand gaan bellen en dat die persoon het eerste nummer mag gaan raden en dat die persoon daarna mag gaan kiezen, yo, speel ik door of houd ik mijn prijs? Dat gaan wij niet doen. Wij gaan namelijk gewoon 3 mensen bellen. Omdat wij zoveel van jullie, zoveel mogelijk van jullie eigenlijk in de prijzen willen gaan laten vallen. En dat is waarom wij er niet voor kiezen om 1 persoon de kans te geven om steeds door te gaan spelen. Maar gewoon om 3 mensen van jullie hier in de studio te krijgen. En zoveel mogelijk mensen helemaal happy te gaan maken met de toffe prijzen die wij hier hebben. Dus ik zou zeggen, studio, start het eerste muziekje maar in. Dan gaan wij kijken of iemand... Nee. We moeten eerst iemand bellen. Ja. We moeten eerst iemand bellen. Ja. Je loopt te hard eerst iemand bellen. Ik zat ook helemaal in de aanslag om te gaan dansen. We zijn iemand aan het bellen. Hallo? Hoi. Hi. Met wie spreken we? Hi. Mag ik jou allereerst vragen om de tv heel even uit te zetten? Of zachter? Of zachter, even geen geluid meer aan, want we horen nu verschillende dingen door elkaar heen. Ja, ik heb hem eventjes van zijn speaker afgehaald. Horen jullie mij? Ja, ik hoor het nu vele malen beter. Hey, met wie hebben wij het genoegen? Hier spreken we met Melvin. Melvin, welkom jongen. Hallo. Hey, jij gaat met ons Raad de Plaat spelen. Ja, als jullie het zeggen, dan doe ik wel mee. Ja, jij hebt daarvoor geappt, toch? Ja, dat zeker, nou, ja. Nou, hartstikke goed. Ja, dan denk ik dat we het maar gewoon gaan spelen. Heb jij nog bepaalde genres waar je extra goed in bent? Ja, Nederlands en carnavalskrakers. Ik zag net, ik weet niet of jullie dat door hadden, maar jullie hadden net de Natte Prins live in de uitzending, hè? Oh, echt waar? De Natte Prins. Nou, moet ik toch even om achtergrondinfo vragen? Gieten, onder andere. De carnavalskraker. Oh. Ja. En hebben wij dit helemaal gemist? Ja, die zat tussen in de fotoronde, kwam nu even tussendoor. Dit ben je dan! Ja. Maar ik denk... Hij was vermomd, dus ik denk dat hij zich nu gaat omkleden en dat hij live in de uitrending komt. Dat hopen wij. Ja. Laat hem nog een foto sturen en met even een naamplaatje erbij, dan weten we over wie het gaat, die Natte Prins. Ja, dat doe je nu zelf, dus ik denk dat hij dat gaat doen. Ja, wij willen hem in kostuum inderdaad. Fantastisch, gaan we doen. Oké, hartstikke goed. Hey, ben jij er klaar voor om te gaan spelen? Je speelt voor het noodpakket. Zeker. Oké, dan denk ik dat we maar gewoon moeten gaan beginnen. En dan ga jij ons daarna laten weten van wie dat nummer is en hoe het nummer heet. Ja, spannend. Oké, ja, wij vinden het ook heel spannend. Hey, ga er even goed voor zitten. Hier komt hij aan. Knal hem er maar in. Jeetje. Ai, 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 ai. Lastig. Ja. Hi. Hey. Ben ik al? Ben Mag je ik er het al nog? Zeggen? Jazeker, hoor je mij nog? Ja, ik hoor je nog luid en duidelijk. Heb jij enig idee? Top. Ja, dit was Sweet Caroline. Wow, ik denk dat het goed is hoor. Kunnen we gaan even luisteren. Jazeker. Ja! Hey, dit is toch helemaal fantastisch? Ja, dit is top. Hey, supergoed gedaan hoor. Er zit echt een bijzondere vertraging op, dus ik zie jullie nu met de handen in de lucht. Ja, dan moet je niet te veel op letten als je bij ons in de uitzending bent. Helemaal goed. Jij ziet straks gewoon jouw moment of fame nog even terug als we ophangen. Hey, wat heb jij gewonnen? Daar ben je hartstikke benieuwd naar, of niet? Ja, ik hoop zo'n noodpakket of zo misschien. Maar oh, jij hoopt een noodpakket. Nou, het is iets anders, denk ik. Ik ga even proberen mijzelf ik zal even aan de kant weg gaan. Door deze prijs. En weer terug. Nou, wat heb jij gewonnen? Pam, 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 pam. Yeah. Jij hebt gewonnen 2 speciaal bieren... En een heerlijk bitterballen garnituur bij Stek 013. Ja! Nou, hey! Yeah! Hey. Ik neem de hele straat mee. Wat zei je? Ik neem de hele straat mee. Ga nou, ja, gezellig. Gezellig. Ga jij dat dan delen met de hele straat? Of, ja hoor. Of mogen ze gewoon toekijken?
Ja, daar ga ik nog even over nadenken. Hey, geen noodpakket, maar alsnog gewoon bier en bitterballen. Dus dat lijkt me ook gewoon... Ja, fantastisch. Ja, Stek is ook een hele leuke zaak, hè? Stek is superleuk. De Vega Currywurst schijnt... Ja, die kun je nu ook nog afhalen. Juist, ik wilde net zeggen, ja. Gewoon bij het raampje. Oh, voor lekker. De Vega's onder ons. Ik noem geen namen. Oh, heerlijk, ja. Hou jij een beetje van Vega of niet zo? Nou, ik eet weinig vlees, maar ik ben absoluut geen Vega. Nee. Snap ik, want die prijs is namelijk nog helemaal niet compleet, Melvin. Oh, die prijs is nog niet compleet. Nee, ze zit alleen niet hierin, zie ik. Maak me gek. Zal ik ze even pakken? Pak ze er maar bij. Maak me gek. Wat jij natuurlijk ook nog erbij krijgt, zijn 2 Mac-menu's van McDonald's Tilburg Centrum. Hey, ik hoor heel veel enthousiaste mannen op de achtergrond. Ja. Nee, we zijn met z'n tweeën, hoor. Ja. Ik wil net vragen, maar hoeveel man zijn jullie? Het hele elftal, maar nee. Nee, dat zeker niet. Nee. Oké, hartstikke goed. De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. En we wensen jou verder nog heel erg veel succes vanavond. Ja, maar mocht hij niet nog een nummer spelen? Nee, helaas. Nee, dat heb je net niet goed geluisterd. Sorry. Gerard zei het wel, maar... Oh. Ah, ik luister alleen naar Gerard veel, sorry. Top. Nee, we moesten Gerard succes. Even corrigeren. Voor klachten kun je dat helpdesk-nummer altijd appen, Melvin. Ik bel 538, komt helemaal goed. Helemaal top. Hey Melvin, dankjewel, hè. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Doei. Die Melvin, hè. Oh. En die Melvin, hè. Hij zit in de verkeerde bak, of wat? Ja. Saboteren die vrouw? Nee, helemaal niet. Hij pakt hem zelf. Had ik het toch misschien niet helemaal helder verteld, hoor. Dat Melvin nog even in de war was. Tada. Maar goed. Hallo? Hey. Oh, we hebben alweer een tweede beller. Hallo. We horen jou weer heel ver weg. Oh, ik heb hem niet op luidspreker staan. Oké, nou, probeer zo hard mogelijk te schreeuwen dan. Ja. Oké. Hey, met wie hebben wij het genoegen? Met Lonneke. Met Lonneke. Oké, hartstikke leuk, Lonneke. Ben je een beetje gespannen of denk je... Ja, ik ben nu al een beetje gespannen, ja. Er kan niks gebeuren, Lonneke. Er kan niks gebeuren. Ja, je kunt alleen een heel dom antwoord geven, maar... Niemand ziet je, dus nee, niemand weet welk gezicht er bij jou hoort. Dus je kan gewoon doen en laten wat je wil. Ja. En Lonneke. Hey Lonneke, heb je een beetje goede achterban thuis zitten? Denk het wel. Oké. Ja, je doet dit niet alleen, hè? Nee, We doen dit samen. Want dan komt het niet goed. Nee. Jawel, Lonneke, heb vertrouwen in jezelf. Ja. Hey Lonneke, we gaan jou ook een nummertje laten horen. Uiteraard spelen we die ook achteruit. En aan jou eigenlijk de zaak om goed te herkennen welk nummer het is. Ja. Oké, hey, heel veel succes. Daar gaan we. Ja. Oké. Achteruit is het toch lastig. Het is wel lastig, ja. Lonneke, had je enig idee? Geen idee. Gok iets. Probeer nog iets te noemen. Kunnen we boven een hint geven? Ik ga één hint geven. Kleine jongen of zo? Nee, één hint. Oké, luister goed, jongens. Oh, we krijgen een hint. Ja, toch. We doen wel een hint. Ja, een hint. Oké, de achternaam heeft iets te maken met een taal. Van de zanger. Van de zanger. Ja, Frans Luijs. Met welk liedje? Je denkt uit de Alles Bakkerlijn? Ja! Dit is een man! Ja, de man met de stem riep naar het antwoord. Ja. We gaan het aan Lonneke vragen. Lonneke! Ja? Was dit een man of een vrouw die dit zei? Nou, mijn vriend zei het, Sjoerd. Okay. Maar, ik zeg eigenlijk wel dat het een vrouw.
Lastig. We gaan... We laten wel even steenpapier scharen zometeen, ja? Ja, we gaan zo even steenpapier scharen. We laten de regie kiezen. Maar we gaan eerst kijken naar wat Lonneke gewonnen heeft. We gaan eerst het liedje luisteren. Sorry. Lonneke, we gaan eerst het liedje luisteren. Meezingen, hè? Meezingen. Ja, helemaal goed. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Waar ben ik toch stom? Laat ik maar wachten. Ja, wachten doe ik steeds. De hele Hey, Lonneke, we hadden wel verwacht dat je een beetje mee zou zingen eigenlijk. Oh, nee, dat heb ik niet gedaan. Ah. Dat is niet maar beter ook. Helaas. Hey, ik ga de prijs er even bij pakken, want je had het hartstikke goed natuurlijk. Is goed, leuk. Ja, ik denk dat dit wel een hele toffe prijs is om te hebben. Dat is mooi. Lonneke, ben jij een beetje in voor bordspelletjes? Voorstellingen? Bordspelletjes. Ja, zeker! Ja, want wat jij namelijk wint is het Kees bordspel aangeboden door de Dobbelsteen. Ja, ik kende het spel nog niet. Ken je het, Lonneke? Nee, ik ken het niet. Geen idee. Het is mens erger je nieten. Maar in plaats van met een dobbelsteen moet je nu met speelkaarten. Is het net wat tactischer, zeg maar. In plaats van met een dobbelsteentje rollen. Ik vind het een leuk spelletje. Ja, dat komt helemaal goed. Hartstikke leuk. En? Yes. Ja, ik had ze alweer paraat. Want Lonneke, wat denk jij nog extra te krijgen? Wat is je lievelingseten? Ik heb het gevoel dat het om de McDonald's-kaart gaat. Yeah! 2 McDonald's minuutjes voor jou, Lonneke. We stoppen ze er gewoon bij. Hartstikke idee. Ja, zeker weten. Leuk. Hey, hartstikke leuk, Lonneke. Yes. En gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Oké, succes nog. Doei. Yes, doei. Doeg. Doei. Ik weet het goed. Ik weet het goed gemaakt. Lonneke wint de prijs. En de vriend heeft het antwoord. Ja. Ik vind het lastig. Ik vind het ook wel lastig. Nee, want eigenlijk. Zonder die vriend hadden we iemand anders gebeld. En dan was vast de man geweest. Ja. Misschien 50-50. Allebei een bal? Allebei een bal. Daarom. Laten we dat doen. Dat zeg ik. Allebei een bal. Ja, okay. Let's go. Daar gaan we. En dan nu meteen die derde bellen erin. Is de man en dan staan we gelijk. Ja. We gaan snel weer iemand bellen inderdaad. Anders hebben we geen verbinding. Hebben we al iemand aan de lijn? Nou, we hebben nog niemand. Ik ben wel benieuwd. Iedere keer als je zo'n liedje luistert en je hoort hem achterstevoren. Ja, dat was moeilijk, het is hè? Echt, zelfs als je dan een beetje weet. Het is heel moeilijk. Ja, daar gaan we. Ja, Thomas. Hi, Thomas. Hey, Thomas. Hey, goedenavond. Je bent live bij ons in de uitzending. En jij wil meespelen voor Raad de Plaat, klopt dat? Dat klopt. Hoe is het gesteld met jouw muziekkennis? Ja, de vorige had ik goed, dus ik ben benieuwd naar deze. En wat is jouw beste genre? Nederlandstalig. Oh, dan doen we dat niet. Doe maar die Engelse. Nee, Thomas, we hopen natuurlijk dat het dan een Nederlandstalig nummertje voor je is. Ook voor jou gaan we hem weer achterstevoren spelen. Ben je er klaar voor? Als je hem kan meezingen achterstevoren, dubbele punten. Ga mijn best doen. Dan krijg je 4 Mac-menu's. Hey, super veel succes. We gaan beginnen. Thomas. Ik heb hem niet horen zingen, dus die 2 extra Mac-menu's zijn sowieso al verleden tijd. Die heb je laten liggen, jongen. Maar het is niet erg. Het is niet goed met die coronakilo's. En we weten hem, Rob de Nijs, Banger Hart. Ik denk dat we even gaan luisteren. Ja, ik denk het ook, maar... Ja! Oh, wow! Hey, supergoed!
Ik weet dat Phil dit nummer er per se in wilde hebben, want dit is namelijk het lievelingsnummer van zijn moeder. Ja, ik heb deze speciaal voor mijn moeder erin gedaan. Ja. En ja, fantastisch dat jij dan natuurlijk prijs hebt. Klopt, dat weet ik ook. Ja. Dus deze prijs heb je ook een beetje te danken aan zijn moeder eigenlijk. Phil, krijg je ook de groetjes van Roy? Ja, dat is een vermoeden had ik al. Zo'n vermoeden had ik al. Doe hem maar terug, doe hem maar terug. Zit Roy daar? Ja, Roy zit hier. Oh, oké, wat gezellig. Hey, hartstikke leuk. Vanuit waar spelen jullie mee dan? Weert. Weert. Wow. Tilburg en omstreken. Dat we Weert toch kunnen bereiken met de grote online tv-show Tilburg. Prachtig. Nou, ik denk dat we met die prijs hem even naar Tilburg moeten trekken, of niet? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hey, zullen we even gaan kijken? Wat een leuke prijs. Het is een hele leuke prijs. Ik ga hem pakken. Ja, hij heeft een klein beetje te maken met onze DJ-naam. Het eerste stukje, ja. Want eigenlijk om die reden, buiten het feit dat het een fantastische zaak is, de naam al goud waard. Ja. Meert, drop hem. Woe, hier gaan we. Jullie hebben een waardebon van €25 gewonnen voor de Fat Green. Hey, en mocht je je afvragen, what the fuck is een Fat Green? Woehoe, kom allemaal mensen. Heel gezellig. Hey, wat kan je eten bij de Fat Greek? Het is eigenlijk een Griek, maar dan gestoken in een Amerikaans jasje. Zeg ik het zo goed? Ja, pita gyros, XXL, friet. Ja, het is echt... Fantastisch. Ja, als je even zo'n sasdag hebt of zo'n comfortfood moment nodig hebt... Katervoer. De Fat Greek. Echt. En als je niet genoeg katervoer hebt gehad... Ik heb ze er dit keer meteen bij gepakt, hoor. Ik ben ze niet vergeten dit keer. Want ook jij krijgt natuurlijk 2 waardebonnen voor de McDonald's Tilburg Centrum. Yay! En hoe is dat dat jullie vanuit Weert dan een keer naar Tilburg moeten komen? Ja, dat is bij veel op bezoek, hè. Nou, dat is ook geen straf dan. Althans, hè, dan moeten we even kijken hoe dat kan met de maatregelen natuurlijk. Stil. Ja. Ja. Sprakeloos. Hij heeft een prijs binnen, hij denkt, doei. Het is goed, hij heeft opgehangen. Hey, hartstikke gefeliciteerd met je prijs. Helemaal goed, dankjewel. Fijne avond. Ja, we komen hem ook naar Limburg brengen nu, dus dat worden wel veilige kilometers, hoop ik. Hey, haaien. Haaien. En? hij had opgehangen. Ja, doei. En Thomas zorgt er even voor. Back in the game. 5-5, lieve vrienden. Het is 5-5. Hartstikke idee. En hoe zeggen ze dat op tv? Er kan nog van alles gebeuren. Dan heb ik altijd al even bucketlistje check. Wil je nog een keer? Pak je moment. Kun je het nog een keer? Echt. Boom. Het was al spannend, dames en heren. Maar er kan nog van alles gebeuren. Hey! Ja, dames en heren. En jullie zitten thuis. En waarschijnlijk... Ik denk dat de nieuwsgierigen onder jullie al hebben gekeken van... daar zit zo'n raar QR-codetje, wat is het? Ik denk dat velen ook het ook niet hebben gedaan, dus daarom ga ik jullie even helpen. We hebben namelijk een tikkie-actie in het leven geroepen. Denk je, een tikkie-actie? Overal hebben we Gerard Ekdom voor, behalve hiervoor. Dus ik ga het helemaal zelf uitleggen. Ze gaan me corrigeren als ik het verkeerd doe. Maar we hebben een tikkie-actie en dat komt er eigenlijk op neer... dat jullie geld over mogen maken... En het geld is meteen voor de horeca-evenementensector en voor Villa Padoues. En daar zitten 3 mogelijke prijzen aan gekoppeld. En die prijzen die gaan naar het unieke tikkie. Nu denk je, unieke tikkie, wat is dat dan weer? Dus eigenlijk als jij een bedrag overmaakt, wat nog niemand anders over heeft gemaakt... dan maak jij kans op 1 van die 3 prijzen. Die prijzen ga ik zo eventjes laten zien. Maar het gaat er dus om dat jij een uniek tikkie hebt. En uit alle unieke tikkies, daar gaan we 3 winnaars... Dus als ik €1,05 overmaak en jij maakt ook €1,05 over, dan hebben wij dikke pech eigenlijk. Ja, dan, dan heb je wel een heel goed doel gesteund. Ja, maar maak ik niet meer kans op de prijzen. Maak je geen kansen. Maar als Kiki dan bijvoorbeeld denkt, ik wil die mensen echt helpen. En zij heeft €38,12 overgemaakt en zij is het enige, dan maakt zij kans. Kijk. Juist. En daar kom je dus, als je die QR-code daar in beeld, gewoon met je telefoon scant... kom je meteen op die tikkie terecht. Hoef je niks te zoeken en te googlen. Dan gewoon, en zullen we even kort, de prijzen laten zien wat ze ervoor kunnen winnen? Juist, ja. Er zitten 3 prijzen aan. Eentje is... Oeh. Heel leuk, is een verrassingspakket. Hij zat al die billen te aaien, zag je net? Ja.
Ja, ze kunnen het misschien net niet zien. Dat tasje zat al recht, Phil. Ja. Misschien kunnen ze... Ja. Ja. Dan zie je een verrassingspakket van 10. Is heel leuk, ik weet niet wat erin zit. Ja, dat is ook bewarenbonnetje, denk ik ook, ja. Dat is ook inherent aan een verrassing natuurlijk. Dat tasje is al helemaal geweldig. Ja, het is een heel leuk cadeautje. Dat kun je winnen. Dan moet ik heel even spieken op een blaadje. Ah, daar zit er nog meer bij. 2 tickets. Oh. Nu nog maar eentje, die andere ligt hier. 2 tickets voor het Textielmuseum in Tilburg. Museums is echt mijn ding, dus ik zou daar enorm blij mee zijn. En... Hij is nog nooit naar een museum geweest. Hij tikte. Het feit dat hij ook museums zegt in plaats van musea zegt dat het echt een echte fan is. Hè? En deze is een cursus Nederlands. Nee, deze is... Ik heb hier les in gehad hoe ik het moest uitspreken. Meubilair, ordinair. Oh. Schrobbelair. Schrobbelair, fles. 2 geweldige glaasjes. Het is een fles trouwens. Het is een kruik. Het is een kruik. Dan zeg ik, heb ik les gehad? Hij heeft mij gezegd, het is geen fles, het is een kruik. Ja, kruikenstand! Kruik. Hey! En als je denkt, een beetje magertjes. Zit er ook nog een cadeaubon in voor een rondleiding voor 2 personen bij de Schrobbelair fabriek. En als dat nog niet genoeg is, een heus eigen Schrobbelair snorretje. Bij alle 3 de prijzen zitten natuurlijk... De Mac-menu's. Ja. Juist. Dus wil je kans maken, stuur een tikkie in. En denk je nu, ik wil geen kans maken, maar ik wil wel nog een keer de horeca- en evenementensector steunen. Kan dat ook gewoon. En yes. Als je dan prijs hebt, dat geld gaat gewoon regelrecht in die steunpot voor de horeca- en evenementensector. En die rondleiding van Schrobbelair, ik heb dat eens meegemaakt. Dat is echt 1 groot feest. Ja. En een klein zuipenstein. Kleintje maar. Ja. Schrobbelair in de koffie, shotjes Schrobbelair. Ik zit helemaal weer in de vibe, voel je dat? Begint om 9 uur 's ochtends. Ja. En duurt tot 4 uur in de avond. Je kan ook blijven slapen. Nee, wat een toffe prijs. Ja, het is alle 3 echt fantastisch. Alle 3. Doneer en win. Ja. Dat is het. Inderdaad. Over winnen gesproken. Doneer en win. Ja, dat staat doneer en win. Ja. Over winnen gesproken. Oeh. Het heeft lang geduurd, maar ik hoop toch oprecht dat wij iemand aan de lijn hebben die ons het 9-letterwoord kan vertellen. Want echt, de hints zijn geweest. Ik moet 1 ding verklappen wel. Deze persoon had het al heel snel geraden, dus al veel eerder. Hij heeft het al goed. Ja, ik weet het niet, maar die had al wel heel lang geleden een bericht ingestuurd. Antwoord ingestuurd. Met wie spreken we? Antwoord. Hallo, met Anna. Hallo, Anna. Hallo. Wij hoorden net dat jij supersnel hebt geantwoord. Supersnel, Had jij alle hints nodig of niet? Nee, ik had de eerste nodig en de eerste 3 letters. Bye. En toen je de tweede, toen had ik hem eigenlijk net gestuurd bij de tweede hint. Nou, dan ben ik toch zeer benieuwd wat jij denkt dat het eerste letterwoord is. En of het goed is. Ja, ik denk dat het eerste letterwoord frambozen is. Ja, ik moet naar jou kijken. Ja. Ik deed even goed toneel spelen. Dat is hartstikke goed! Jazeker. Frambozen. Ja, ze zijn een beetje harig. Ze zijn niet altijd in een goed humeur, want dat is een framboos. Ja. En een roze vrucht, dat was een inkoppertje, hè? Ja, ja zeker. Maar oei, ga je meedoen met lingo als je zo snel die woorden ziet? Ja, we waren al een tijdje aan het oefenen voor lingo, dus... Laten we maar meteen door naar de prijzen. Mirthe, jouw gouden enveloppen, die mogen weer aan bod komen. En er zitten nog een paar knallers in, hè? Er zitten echt megaprijzen in. Welke cijfers zijn er over, Mirthe? We hebben nog nummer 1, nummer 2, nummer... Oh nee, grapje. 1, 2, 4, 5 en nummer 7. Dan doen we nummer 4, alsjeblieft. Een beetje zo'n miljoenjacht-idee, hè, met die enveloppen. Ja, 4. Nummer 4. Die voelt goed voor jou. Ja, zeker. Oké, dan gaan we die openmaken. Zullen we gaan roffelen? Ja, daar komt die. 1, 2, 3. Wat heb jij gewonnen? Een Silent Disco thuispakket voor maar liefst 25 personen! Hey! Jaloers. Dit pakket wordt aangeboden door de Silent Disco Zomeren. Door DJ Draaimakers. Misschien als je hem heel lief aankijkt, dan wil hij ook nog wel een plaatje voor je komen draaien. Ik ken ook nog wel een leuke DJ act. DJ Duo, die nog te boeken is. Ja.
Hey, ja, hartstikke leuk. Ja, ik weet niet met hoeveel mensen jij in een huishouden zit. Nou, we zijn maar met z'n tweeën. Maar, Ja. Moet je nog een paar vrienden zoeken? Woon je dan in een heel groot complex? Nee, in een huis. Nee, geen heel groot complex, maar we maken er wel wat van. Oh, dan wou ik vragen, heb je een hele gezellige straat? Ja, dat is best leuk. Ze zijn met z'n tweeën, toch? Ja. Dan komt één ding wel heel mooi uit. Ja, ik weet alweer wat jij gaat zeggen. Even wachten nog. Oh, was ik er snel? Ja, je bent te snel. Oh. Ja, je bent Want te ik snel. Moet nog wel wat bij de prijs vertellen natuurlijk, hè. Voordat we allemaal boze gezichten krijgen en klachten. En dat Mark Rutte straks op de stoep staat. Dat moeten we niet hebben. Kijk, op dit moment is het natuurlijk, tenzij je een heel groot huishouden hebt, niet mogelijk om met 25 personen een hele dikke knalfuif te gaan geven. Tenzij jij natuurlijk een hele gezellige straat hebt en je gaat allemaal leuke tasjes voor iedere deur wegzetten. En het signaal reikt de hele straat uit. Hè, dat iedereen zijn eigen feestje kan hebben gewoon binnen zijn eigen huis. Dat kan natuurlijk, maar je kan ook gewoon even wachten totdat deze hele ellende voorbij is. En dat jij gewoon zodra het weer mag als eerste een super gaaf, tuinfeest of zo kan organiseren met dit pakket. Je weet er vast een goede bestemming voor. Ja, zeker. Superleuk. Oké, hartstikke leuk. Nou, nu mag jij de andere prijs droppen. Ja! Dit is eigenlijk voor ons de hoofdprijs. Het zijn inkoppertjes ondertussen. Jij krijgt namelijk 2 Mac-minuutjes naar keuze! Ja. Dus die zetten we gewoon bij die koptelefoons erbij. En die komen jouw kant op. Super, helemaal leuk. Dankjewel. Oké, hey, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Leuk. Hey, en mijn telefoon is aan het rinkelen. Komen tikkies binnen. Ja, dus de mensen echt heel goed bezig. De tikkies komen binnen, dus wil je kans maken? Bovenin, even kijken. Daar. Daar. Nu raak ik hem bijna. Hey, dit de cameraman. Daar, de tikkies. Maak het over, help ons. Dankjewel. Ja. En we hebben er al heel wat spellen op zitten natuurlijk. Dus ik denk dat een aantal van jullie misschien ook al wel een plasje moeten gaan plegen. Of een biertje bij willen schenken. Nou, mag ik eindelijk deze even opentrekken? Zeker, ja, jij mag bijna. En jij mag een burgertje gaan eten. Ik denk dat het tijd is voor een korte pauze. 10 minuutjes ongeveer. Gebruik die pauze goed. Maak misschien nog even een gezellige foto die je naar ons toestuurt. Maak die leuke tikkie over. En dan zien we jullie over 10 minuutjes gewoon lekker terug. Oké, tot straks. Tot zo. Dag. We'll be right back.
dames en heren. Dit is de grote online tv-show. Het gezelligste avondje uit, maar dan vanuit thuis. Tijdens onze interactieve spelshow ga je de strijd aan met vrienden, familie of collega's. Deze spelshow is helemaal naar jullie eigen smaak in te vullen met de keuze uit ontelbaar veel leuke spellen. Jullie zelf verzonnen vragen voor onze app en een eigen presentatieteam. Bereid je voor op een avondvullend programma vol spanning, breinbrekers en een gezonde dosis humor en competitie. Daar zal nog heel lang over gesproken worden. Wil jij nou ook zo'n show voor jouw dorp, bedrijf of horecazaak? Ga voor meer informatie en boekingen naar www.degroteonlinetvshow.nl. Yay, en daar zijn we weer. Yes, we hopen yes, dat yes. jullie er ook weer zijn. Hartstikke leuk. Ja, gegeten, geplast, alles. Hey Phil, hoe gaat het met de tikkies? Nou, het gaat eigenlijk bijna te goed met de tikkies. Te goed kan eigenlijk niet, maar er was net een klein technisch probleempje. Want de link deed het niet, omdat er zoveel... En nu voel ik me echt een echte televisiepresentator. Er worden zoveel tikkies overgemaakt. Maar het was echt... Jullie waren zo enthousiast met z'n allen. Dus we hebben een nieuwe tikkie-link gemaakt. Die staat daar nu. Dus mocht je net een tikkie willen overmaken, is het niet gelukt. Probeer het opnieuw. Yes, nieuwe honden, nieuwe kansen. Prijzen blijven gewoon hetzelfde. Prijzen! Ja, zeker. Doneer en win. Ja, en win vooral inderdaad. Hartstikke leuk. Hey, hoe zit het met de tussenstand, jongens, van de appronde? Ja, de tussenstand, die zou ik moeten krijgen via de regie. Maar is er al een tweede ronde gespeeld? Er is ook nog geen tweede appronde gespeeld. Dus hebben we nog geen nieuwe tussenstand. Oh. Toch? Ja, de tussenstand komt wel op het scherm, heb ik gehoord. Die komt... Ergens in beeld. Ja, kijk. Hier zien we hem. Inderdaad, dat was de eerste ronde. Robbie had gewonnen en Dirk. Remco van Lissem. Ben en Thomas. Kasper Broekhoven. Let's go, Tilburg. Ja. Ja. Hartstikke leuk. En nou hopen dat ze het volhouden. Hey, zullen we even gaan kijken of er ook weer nieuwe foto's binnengekomen zijn van de mensen thuis? Leuk. Favoriete momentje. Even kijken of we nog leuke nieuwe foto's even. Hebben. Niemand... toch wel. Ja. Kijk, gezellig. Hey. Ja, leuk. Hartstikke idee. Blikje Heineken. Hé, dit is Mick volgens mij. Ja. Zo, een hele family op de bank. Is één huishouden, hè? Ja, allemaal zussen. Kijk, spelkaartje erbij. Mooi uitgeprint. Leuk. Vriend Classic ernaast. Ah. Kijk, nou, mocht er ook nog een show komen, ik weet wat ik mijn date toch ga uitnodigen, hoor. Zeker weten. Hé, hey, kijk eens aan. Zie ik daar nou een bitter garnituurtje Jazeker. Jorik. Oh, je gaat er iets mis. Stokbroodje erbij. Een wijntje erbij. Eten en drinken kunnen ze wel, hè? Wijnen. Kijk. En al die vrolijke gezichten, zo leuk om te zien. Ja. Het is, moeten wij zoveel flessen wijn weggeven hier in die show? Ja, want goeiedag, hé. Hey! Je hebt al een noodpakketje. Is die zo snel bezorgd? Nee, dat is van de vorige keer. Aha, die hebben dubbel... Oh, en kijk die borrelplanken. Hoe fanatiek met drie telefoons. Ja, er wordt goed meegespeeld. Jazeker. Hey, gezellig. Die meiden kennen wij wel. Ja. Jazeker. Dit was de natte prins. Zou dit hem zijn? Ja, dit moet hem wel zijn. Ik ben jaloers op die jas en die laarzen. Dus de jongste deelnemer. Oh. Leuk. Wijntje erbij. Ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ah. Hey, van Kessel. Ja, zeker. Je eetje zeg. Die kennen we ook. Dit is leuk. Is dit nou Sonny of niet? Nee, ik weet het niet. Dat zijn heel... collegaatjes. Ik zie heel veel bekende gezichten wel. Ik zit te zwaaien, maar ik heb nog geen zwaai terug. Sorry, het is hoi. Geen live beeld. Misschien bij de volgende show, guys. Ik kan wel janken. Kijk, meiden erbij. Ja. Jeetje, wat te veel mensen. Niet normaal. Hoe fanatiek. Jazeker. Blijf maar gaan, hè. Want dat eten... Je hebt een Vincent van Gogh aan de muur, zag je dat? Ja. Heel veel vrouwen ook wel, of lijkt dat maar zo? Deze ronde meer vrouwen... Heb ik daar mijn focus gewoon? Kijk, Gok is erbij!
Kijk, helemaal mooi afsluiten. Een gezelligheid, Tilburg. En hey, door. Hartstikke gezellig. Ik zeg en door. Ja, we gaan door. Helemaal leuk. Jongens, blijf vooral die foto's sturen. Wij vinden het top. Maar we gaan meteen door naar het volgende spel. En wel, ik denk dat dit mijn favoriete spel is. Meloenenjacht. En we gaan eventjes meteen naar Gerard om te kijken hoe dit spel in zijn werk gaat. Meloenenjacht. Wat zou jij doen met 5 meloen? Bij het volgende spel draait alles om stalen zenuwen, een scherpe blik, lef en inzicht. Zorg dat je alert bent, want één fout en je kansen zijn verkeken. Zodra het spel begint, vallen er verschillende voorwerpen naar beneden door het beeld. Fruit, koffers en meloenen. Aan jou de taak om precies te tellen hoeveel meloenen er naar beneden komen gevallen. Denk jij het te weten? Schrijf het aantal op de koffer op je spelkaart. App een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst Meloenenjacht en het juiste antwoord naar het spelnummer. Ga jij er met de hoofdprijs vandoor? Ja! Yeah! Oh, Meloenenjacht, eindelijk! It is time, oude bekende, hè, dit spel. Jongens, wij gaan even een mooie hoede, onze mooie hoede opzetten. Ja. Ter bescherming, hè, voor alles wat zo uit de lucht komt vallen. Jongens, aan jullie dus de taak, zoals Gerard al zei, om de meloenen te gaan tellen. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Ik weet uit ervaring dat het ontzettend lastig is. Dus ja. Toi, 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 toi. Let's go! Hier gaan we. Ze kleden wel af, die sombrero's, moet ik zeggen. Komen ze al? Wacht even, 3, 2, 1. Ja! Dat was hem al. Als je weet hoeveel meloenen er gevallen zijn, of je denkt het te weten, stuur het dan vooral eventjes door, hè, via de app. En dan gaan we straks kijken of we iemand kunnen gaan bellen. Voor nu gaan we denk ik door naar de volgende appronde, Phil. Hoe zit het? Ja, we gaan door naar de volgende appronde. Dat heb je helemaal goed gezien. En ja, ik kan een heel lang verhaal vertellen. Dat heb ik net al gedaan. Ik heb dat ding nog op mijn hoofd. Ik zie het in mezelf terug. Ik ken je eigenlijk niet anders. Ik vind het gewoon normaal, die pet op. Ja. Ik hou hem even lekker op. Want ik voel me helemaal vertrouwd. Ik heb mijn pakkie aan. Ik kan wel heel lange verhalen vertellen. Dat heb ik net gedaan over de tikkie. Ik denk dat wij gewoon meteen moeten gaan spelen met de app ronde 2. En ik denk, Robby, Dirk, doe jullie best. Maar de rest... 20 ja. Nieuwe even vragen. Gasten. Let's go! Ronde ja. Nieuwe kansen. Veel telefoon succes. Erbij.
Wat een vragen, wat een vragen. Echt leuke vragen, vond ik het. En we're back. Wat doe jij nu? Nou, aangezien Bavaria wat prijsje heeft gesponsord, zei die, we hebben tegenwoordig ook vernieuwd 0.0 bier. Ik heb even een paar blikjes meegenomen. Jij ook eentje? Ja, ik wil er ook wel. Ja, dat vind ik ook lekker. Vernieuwde formule van de vertrouwde Bavaria. 0.0, dus we kunnen gewoon allemaal met z'n allen naar huis rijden. Als deze crisis nog lang duurt, dan kunnen wij misschien met een reclamebureau gaan werken. Want ik vind dat we dat echt goed doen. Doe ik hem eigenlijk meteen eventjes verder aftikken. Dan hebben we meteen heel de promo gehad. Zo lekker. We mogen hem in de studio niet drinken. Maar even zo'n kruikie schrobbelair, die trekken we na de show eventjes open. Proosten we even op een fantastische avond. En dan heb ik meteen heel de drankpakketten. Jij had toch zo'n rondleiding gepland, of was dat niet? Ja. Ik zou met mijn moeder een rondleiding gaan doen, want mijn moeder, daar stroomt schrobbelair door de aderen. Maartje, laat je horen! Hey mam en pap en iedereen. Maar corona kwam, dus toen ging het niet door. Dus ja, ik hoop dat ze een tikkie heeft overgemaakt. Dan kunnen we 2 extra mensen meenemen. Ja, dat is ja, leuk. Ja, dat tikkie. Belangrijk. Maar wat een vraag, ja. De melk van een nijlpaard. Welke kleur heeft die kiki? Wit. Ik zou zeggen wit. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar het is gewoon roze. Roze? Ja, heel bijzonder. En dan deze vind ik ook wel leuk. Kan het ook wel een beetje. Ik denk dat wij ook in diezelfde categorie zitten eigenlijk dan de 4-jarigen. Maar hoeveel vragen stelt de 4-jarige gemiddeld per dag? Ja, ik zie jou al kijken op het blaadje, dus ik kan hem niet meer random. Ik zeg niks. Maar Kiki, Mirte, hoeveel vragen stelt een 4-jarige gemiddeld per dag? Ik heb echt geen kleuterkennis. Okay. 288, 357, 437 of 589? Het zal die hoogste wel zijn, want dat is echt zo'n wow. Volgens mij zit in elke zin van een 4-jarige een vraag. 437. Ja. En ondertussen... Alle ouders laat je even horen, die beamen dit. Alle juffen en meneren thuis. Ik alle zie hier de stand. Ja, de tussenstand. Ik ben heel erg benieuwd. Het zijn weer 2 mannen! Yeah. Yeah. Blauwe ballen, ja hoor. Pak ze maar, Kiki. Pak ze maar. Dit laten we veel doen, maar ik moet wel even iets corrigeren van net nog. Van het roze letterwoord, dat was wel een vrouw. En toen ben ik wel eventjes vergeten om een balletje erin te doen. Doe hem erin, meid. Oké, fair enough. Eerst de ballen erin. Ja. Doe maar eerst, dan kom je heel even op voorsprong. En choppie. We gaan kijken. We beginnen met de nummer 2. Nummer 2, een man. 24 jaar. Ik doe het heel langzaam, want ik ben ook tegelijk aan het lezen welke prijs het eigenlijk is. 24 jaar. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik hem ken. Half een beetje. In het Limburgs betekent de naam brood. Haal je alleen de C, die hoort daar niet thuis. Mick, gefeliciteerd. Hey! Jij wint. En ik heb het idee dat jij dit wel leuk vindt. Hele gezonde prijs heb jij gewonnen. Want je wint 2 pizza's naar keuze voor af te halen bij Pizzabar Rijslust. Ongelooflijk lekkere pizza's. Ja, Rijslust, hè. Die hebben echt pizza, de Griekse en de Mexicaanse, aanraden. Ik zou zeggen, als iemand de pizza uit heeft gevonden, is het niet Italië, maar het is gewoon Pizzabar Rijslust. Zijn echt lekker. Echt, die dozen zijn echt immens groot. De pizza's zijn ik krijg er niet in één keer op en dat zegt wel wat, hè. En 2 Mac-minuutjes. Ik doe ze er alvast in. Hopelijk dat ze er blijven in zitten voor jou. En anders pak 2 nieuwe. En de eerste prijs. Hey, gefeliciteerd. Hartstikke leuk. Ik ben echt een man. Ik kan al die dingen niet meer tegelijk. Maar even kijken. Deze moet dan weg. En dan moeten we de volgende prijs. En die ligt hier. En ik heb ook het vermoeden. Dit is de eerste prijs, hè? Dit is de eerste prijs. Ja. Het is een man... 25 jaar. En het is... Zizi. Zizi! Zizi! En Zizi... Ik ben benieuwd wie Zizi is. Maar jij wint... een hele leuke prijs. Het is een high tea... voor 2 personen... bij Grand Café Puur. Dat ligt vlak in de buurt van McDonald's. Ja, Hotel Mercure zit het, hè? Hotel Mercure, ja. Heel het is wel mooi. Voor thuis, hè? Chique tent. Je kunt het gebruiken voor thuis.
denk ook als je echt zoiets hebt, ik wil daar echt naartoe, strakjes, als heel de gebeuren over is. Dat kan ook, maar ik denk dat je het eigenlijk al meteen wil gebruiken. Dan is het lekker voor thuis. Er zitten ook allemaal hele leuke glittertjes tussen. Die liggen nu helemaal op mijn desk. Ik snap nooit waarom mensen dat erin doen, buiten dat het heel feestelijk eruit ziet. En verder win je natuurlijk 2 Mac-menu's van McDonald's Tilburg Centrum. Hey! Hey! Mac en Zizi! Zizi! Gefeliciteerd, Zizi en Mac. Is dit nou Zizi? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of die meedoet. Ik heb er helemaal niks over gehoord. Nee, ja. Verklaar even je nadat. Nou, Zizi ken ik als een vogel van Lion King, nee. Maar... Ik heb wel een vriend die ik Zizi noem. Die ik altijd Zizi noem. Oh! Maar hij woont in Antwerpen en ik weet niet of die meedoet. Want hij zit in zijn examenweek. Hij doet geneeskunde. Dus volgens mij is het gewoon diehard studiebol nu en heeft hij helemaal geen tijd. Zizi, als je bent, foto-appen naar die studio. Maar, nu. Als dit Siad is, oh my god, waarom vertel je mij niet dat je meedoet? En ik weet, ja, hij is echt fucking slim. Dus het verbaast mij helemaal niet dat hij op nummer 1 staat. Ik zeg, we gaan door naar het volgende spel. Ja, leuk. Nou, en wat is dat? Nee. Een winnaar hebben wij aan de lijn. We gaan eerst nog door naar de winnaar van Miljoenenjacht. Het spel wat we net gespeeld hebben. Miljoenenjacht. Miljoen, hè? Zei ik miljoenen? Ja, Linda de Mol. Sorry. Jongens, jullie winnen geen miljoen. Ik ben geen Linda de Mol. Ja, nee, ik ben geen Linda de Mol. Zijn gouden enveloppen, hè? Geen koffers. Oh, altijd zo'n koffermeisje willen zijn. Awesome. Nee, ja, we gaan even iemand bellen. Om te kijken of die persoon het juiste aantal geraden heeft. Of geteld. Hoi, met Marielle. Hoi, Marielle. Hallo. Hoi. Welkom bij de grote online tv-show. Jij denkt dat jij het juiste aantal miljoenen hebt... meloenen hebt geteld. Ja, dat denken wij. Spannend. Hoeveel denk jij dat het er zijn? Wij denken 79. 79. Zo, dat zijn er mega veel. Ja, ik moet even spieken. Ik heb het gecheckt. Ik heb het ook gecheckt. Je hebt het hartstikke goed! Yeah! Gefeliciteerd! Petje af, hoor. Hij stond achtergrond. Hé, en wat betekent dat? Dat ook jij een vette envelop mag uitzoeken? Ja, welke envelop? Ik moet jou 1 ding vertellen nog op voorhand. Ja. Ergens tussen deze 4 enveloppen... Zit ook bijvoorbeeld, ik ga 1 tipje van de sluier gewoon geven. Ergens zit een Villa Pardoes pakket. Ja. Met nog een heel leuk extraatje van de Efteling. Oké. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Zeker. Ik hoor iemand op de achtergrond huilen. Die vindt het sowieso leuk. Ja, ik denk dat hij er blij van wordt. Blijer dan nu. Ja, nee. De baby wordt nog niet blij van de Efteling. Hey, dus mocht je daar heel veel zin in hebben, dan is het aan jou de vraag van, nou, waar denk je dat die prijs in zit? Maar ik kan je verklappen, alle prijzen zijn awesome. Dus je kan eigenlijk niet verkeerd kiezen. Oké, nou, laten we voor 1 gaan. Voor nummer 1. Ja. Gaan we rommelen. Ik vind het spannend. Nou, het is niet de Efteling, maar het is wel een hele dikke andere prijs. Jij krijgt namelijk een waardebon ter waarde van €50 voor Café Amfet. Yay! Dan wordt weer heel hard gehuild. Nee, ja, ik denk dat moet een beetje zachter doen. Een beetje zachter. Je weet een bon van 50 euro. Maken wij iemand wakker? Nee. Die lag gewoon te spelen in de box. Hey, ken je Anvers? Zeker. Lekker speciaal. Dus jij bent te drinken. Oh, toppie. Dus je bent er blij mee? Helemaal goed. Ja, zeker blij. Hartstikke goed. En ook jij krijgt natuurlijk die 2 Mac-menu's, hè? Oh ja, lekker kipnugget menu. Ja, zeker. Hey, van harte gefeliciteerd. Oké, succes nog vanavond. Oké, doei. Doei. De Anvers is ook open voor... Anvers is ook open voor afhaal en bezorgen, toch? Yes, ja, en zeker. Ik zag zelfs, ze hebben zo'n zaaltje achter, die gaan ze renoveren. Dat wordt weer helemaal hip en happening om maar af te huren. Ben wel benieuwd. En jij zei trouwens Villa Pardoes, hè? Ja. Tilburgse horeca en evenementensector was eigenlijk goed doel, echt het hoofddoel, zeg maar. Maar we hebben er nog een echt goed doel aangekoppeld, dat is namelijk Villa Pardoes. Even kleine korte introductie. Villa Pardoes is een stichting, dat gebouw staat naast de Efteling. En dat zorgt ervoor dat gezinnen met een kind wat een levensbedreigende ziekte heeft, toch zo'n onbezorgde vakantie kan hebben. En dat park, daar staan een groot huis. En... Ja, daar zit alles op en eraan, alle luxe, alle gemakken van dien. En die mensen kunnen dus naar de Efteling, die steken de weg over en dan hebben ze gewoon een dagje weg met z'n allen. Ja.
om even die mensen even uit die sleur te halen van alle ellende. Zo kunnen ze even een weekje met z'n allen op pad gaan. Dus per ticket gaat er een bedragje daar naartoe. Ja, natuurlijk en, ook vanuit de tikkies natuurlijk ook. En vanuit de tikkies. En ze hebben dus een prijs beschikbaar gesteld. Ja, en daar zit er dus ook iets met de Efteling. En die zit er dus nog in. Ik vind het echt een prachtige prijs en ook een prachtig goed doel. Ja, absoluut. En wil je nou kans maken op die Efteling... Zullen we het tweede letterwoord, het tweede negen letterwoord erin gaan klappen? Nee, daar zijn we toch niet. Nee, we wachten nog even. En voordat we het volgende spelletje gaan doen, wat ik al zei, ik ben zo'n eerlijke jongen, Kiki. Het was net een vrouw. Oh ja! En je hebt er weer een balletje in gedaan. Had ik het weer vergeten? Jeetje. Alle vrouwen die meespelen. Oi, oi, oi. Zo weer nooit, hè? Ik doe het voor jullie en mannen, maar eerlijkheid duurt het langst. Aan alle vrouwen, mijn excuses. Kijk, daar gaan we. We staan weer gelijk. En mijn moeder blijft ook een vrouw, dus ja. Op dit moment staat het 7-7. Dus we gaan weer gelijk op, jongens. Hartstikke spannend. Wat is het volgende spel? Ja, we gaan weer een meloenenjacht spelen. Leuk. Yes! Dus ik ga zeggen, we gaan er niet te veel over zeggen. Jullie weten wat te doen. Tel die meloenen. We gaan deze en heel veel succes. Wij pakken weer even een hoedje. Dat is allemaal niet coronaproef, hè, jongens. Ik wil deze Let's ook go. Weer. Nee, maar, ja, leg jij. Ik ben wel een pet niet. Dit pet is ook te koop in de webshop. Oké, jongens. Probeer even goed te discussiëren met jouw teamleden. Of misschien speel je alleen hoeveel meloenen dat dit waren. Stuur het door naar de app. En dan gaan wij ondertussen eventjes kijken naar een heel erg mooi interview. Wat we natuurlijk van tevoren opgenomen hebben met heel veel van de deelnemende horeca kroegbazen. Dus let's go. Hoi allemaal, leuk dat jullie meekijken hier in Café Bolle. Wij zijn druk bezig met Bolle en Brampert om de zaak weer helemaal tip en top te maken voor als we open gaan. Ik hoop dat dat super snel gebeurt, want wij hebben er echt veel zin in en we hopen jullie allemaal snel te zien. Tot snel! Wij klussen nog eventjes door. Ik hoop je snel weer te zien in de Bret. Na 100 dagen lockdown zijn we bij Raw wel weer klaar voor. Kom maar op, jongens. Nou, lieve mensen. Je ziet het al, wij zijn druk weer bezig om ons terras weer van Bruin Café weer mooi te maken. En een beetje de indeling, onze handen jeuken. Dus we willen aan de slag. En we hebben alweer een prachtige tafels en nieuwe opstelling. We zijn het terras alweer mooi aan het invegen. En, we gaan ook lekker klussen, alles op en top in orde maken voor jullie. En alles spik en span, zodat we jullie zo snel mogelijk kunnen ontvangen. Wij hebben er zin in en we zijn een fantastische nieuwe kaart aan het bedenken. Dus, kom weer lekker zo snel mogelijk. En we hebben jullie gemist, sowieso. Nou, dat nieuws ziet er allemaal niet best uit, jongens. We zijn wel een beetje klaar met de krant lezen. Laat de gasten maar komen en dan zijn we klaar voor jullie. Kom maar op. Iedereen die is bij ons van harte welkom voor takeaway en thuisbezorg.nl. Daar zijn we ook weer aangesloten. We zijn druk bezig met allerlei activiteiten. We hebben SD-boxen verkocht in heel de maand december. Bieradventskalenders. Dus we proberen ons overeind te houden. Maar waar we vooral naar uitkijken is de heropening na de corona. En ik hoop dat jullie weer allemaal met z'n allen voor de deur staan. Dan staan wij voor jullie klaar. Hi, ik ben Jerry Prins van Café de Boekenier. En het liefste wat we willen doen is weer open gaan. Dat gaat nog even niet. Maar de Boekenier blijft de Boekenier. En we gaan straks gewoon weer een ratje draaien als we mogen. De pijpenactie komt sowieso weer terug. Kantes, feesten, evenementen. Alles komt terug. Hou nog even vol. En dan zien we elkaar snel weer in de Boekenier. Nou, lieve mensen, zoals je ziet is het nog niet veel helaas. Hopen jullie allemaal snel weer hier in de Live Piano Bar te zien. Weer op het podium te dansen, voor de bar gek te doen. En lekker jullie drankjes te maken. En hopelijk kunnen we weer
binnenkort vol gas gaan hier in de Live Piano Bar. Fijne avond. Hey allemaal, hier vanuit Pizza Bar Rijslust in de Willem IIstraat. Wij bakken nog steeds lekker pizzatjes. We hopen jullie snel een keertje te zien voor een afvalpizzatje of via een order. En hopelijk dat heel snel weer bij ons in de zaak. Doei! Nou, het zijn rare tijden, ook voor ons. Maar wij blijven open, ook al is dat lastig. Maar mensen kunnen nog steeds gewoon langskomen bij ons. En wij blijven hard werken en wij blijven creatief. Dus kom langs en tot snel. Nou, ik ben Bjorn. Ik ben leerling hier bij Gastrobar Rix. Het afgelopen jaar hebben we heel veel leuke dingen mogen doen. We hebben in ieder geval de pasta. We hebben het reuzenrad hebben mogen doen voor het eenjarig bestaan. We hebben ons eigen biertje uiteindelijk op de markt gebracht. Helaas zijn we nu dicht in verband met corona. Dat vinden we heel erg jammer. En we hebben ook heel erg veel zin om gewoon weer open te gaan. We hopen dat jullie gewoon daar ook zin in hebben. En dat we samen met jullie, als we weer open mogen, gewoon met z'n allen kunnen feesten. En lekker kunnen eten. Dank jullie wel. Ja, wat een toppers, hè? Stuk voor stuk. Mooie laatste woorden, ja. Mooie woorden, zeker weten. Allemaal mooie woorden. Het is mooi om te zien dat ze zo strijdbaar blijven. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat wij juist ook in deze tijden de ondernemers, hè, de horecabazen, evenementensector, gewoon een dik hart onder de riem blijven steken. Dus dat blijven we vooral lekker doen met z'n allen. Voordat ik helemaal in de huilen uit ga barsten nu, omdat het zo'n sentimenteel filmpje was, denk ik dat we maar gewoon eventjes naar een happy moment moeten gaan springen. En dat is denk ik iemand heel erg blij gaan maken, omdat die persoon mogelijk gewonnen heeft met meloenenjacht. Dus ik zou zeggen, laten we weer even iemand gaan bellen. Met Anja van Meisterveld. Hallo Anja, hoor ik het goed? Anja? Ja, klopt. Hey, hartstikke leuk. Je bent live bij ons in de uitzending. Wat leuk. Yay. Hey, hoeveel meloenen heb jij geteld, denk je? Ik heb er geprobeerd om 110 te tellen. Maar ze gingen wel heel snel deze keer. 110. Ik heb spiek, hoor. Ze gingen rap, hè. Oké, jongens. Ik doe het. Dame. Oh, heb jij het goed, Anja? Yeah. Ik doe heel 110. Even mijn pet op en mijn petje af, want goeiendag, 110 meloenen, zeg. 110. Jeetje, Anja, wat knap. Ze gingen snel, ja. Wat was je tactiek? Je bent waarschijnlijk gewoon super scherp. Wat gaat er door je heen? En heel veel met mijn vinger wijzen naar het scherm. Ja, zo aan het meetellen. Geweldig. Hey, hartstikke goed. Dat vind ik vaak echt wel moeilijk. Ja, ik heb nog 3 enveloppen voor jou. En dat is namelijk nummer 2. Ja. Nummer 5. En nummer 7. Dan gaan we voor 5. Voor nummer 5. Lekker middenin. Ja. Oeh. Gaan we tromgeroffel? Nou, daar gaan we, Anja. Wat heb jij gewonnen? Oh! Jij mag met 2 personen naar het Textielmuseum in Tilburg. Yay! Ontzettend leuk. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op deze prijs. Ik woon al 7 jaar in Tilburg, ben nog nooit naar het Textielmuseum geweest. En het staat nog steeds op mijn bucketlist. Shame on you, shame on you. Dan moet je dat zeker een keer doen, want het is erg leuk. Ben jij er al wel eens geweest? Ja. Nee! Maar de nieuwe tentoonstelling ook al gezien? Nee, die nog niet. Dat gaan we zeker doen. Kassa. Gelukkig. Kassa. Hey, en dit is natuurlijk niet het enige wat jij wint, want jij krijgt ook die 2 Mac-menu's. Van yes. McDonald's Tilburg Center. Yay! Toppie, dankjewel. Hey, hartstikke leuk. En ontzettend knap dat je het zo goed geteld hebt. Ja, dankjewel. Veel plezier nog. We zien jou misschien straks nog wel. Is goed. Doei. Doei. Nu mag je, Gijs. Ik zat er zo lekker in. Het is echt mijn favoriete spel. Oh, ik ben... Oh. Het was weer een vrouw. Het was weer een vrouw. Hey, jongens. Ja, mag ik? Ja. Take it away. Dames en heren, het is tijd voor het blauwe negenletterwoord. De eerste letter is nu in beeld. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ga ervoor, hè. Eerste hint, die zal ik zo meteen ergens droppen. Ja. Helemaal leuk. En nu gaan we denk ik naar Kiki, want we gaan gewoon weer lekker door met het volgende spelletje. We gaan weer door met het volgende spel. Ja. En voordat we daarmee beginnen, dan gaat Gerard het... Gerard gaat het eerst even uitleggen. Het loopt volledig uit de band. Mensen, help! Het loopt hier volledig uit de band.
Tijd om de handen uit de mouwen te steken, want de productie kan elk moment van start gaan. Op het moment dat de band gaat lopen, komen de verschillende producten voorbij. Probeer goed op te letten wat je ziet, want de kleinste details kunnen heel erg belangrijk zijn. Mystery Box. Zorg dat je alert bent, want het zou zomaar kunnen dat er tijdens de productie een grote doos met een vraagteken van de band rolt. Heeft jouw scherpe blik de Mystery Box gespot? Stuur dan Mystery Box naar het spelnummer om kans te maken op de inhoud. En we horen je denken, wat is die inhoud dan? Dat hoor je later pas. Maak dus voor jezelf de afweging, want de band rolt gewoon door. Zodra de werkzaamheden zijn gestopt, gaan we terug naar de studio. De presentatoren stellen een vraag aan de medewerkers van de lopende band, maar die zijn het waarschijnlijk al vergeten. Heb jij wel goed opgelet? App dan een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst lopende band en het juiste antwoord naar het spelnummer. Alleen dan kun je winnen, winnen, winnen! Kijk, hier gaat het weer alleen maar om winnen, winnen en winnen. Maar heel even in het kort, ik krijg 2 productiemedewerkers. Dus willen jullie alvast eventjes je kloffie aantrekken? Dit is, hier hebben wij maanden op geoefend, Phil. Ja, heel zeker. Let's go, let's go, let's go, let's go. Want mijn 2 medewerkers komen hier straks in het midden van het scherm te staan. Want zij gaan werken aan de lopende band. En op de lopende band, daar komen allemaal verschillende voorwerpen bij. En je moet heel goed opletten. Let goed op, want alle details zijn hier heel belangrijk. Aan het eind van de lopende band ga ik mijn medewerkers en jullie thuis een vraag stellen. En heb jij het goede antwoord, stuur het naar het juiste nummer van het spelnummer van de grote online tv-show. Wel buiten dat om aan het werk te gaan. Ja, gaan jullie alvast maar staan. Ja? Maar buiten dat is er ook nog een kleine mystery box. Misschien wel van de lopende band afgerold. En dan moet je ook even appen, want dan heb je een extra prijs. Jongens, zijn we er klaar voor? Ik heb er helemaal zin in. Oh, eindelijk een nieuw baantje. Laten we beginnen. Baan maar eens even komen. We zitten toch thuis normaal. Oh, kijk hier helemaal de werksfeer aan. Wow, yo. Is dit ploegendienst? Ben je klaar voor? Ik denk het, ja. Ik ben er nu al moe. Oh ja, jij haalt ze eruit. Ik schuif ze door, Phil. Ik kom die. Oh ja. Ja, dank je. Oh, ik pak hem hier. Ja, kom hier. En wat moeten ze nou precies doen? Moeten ze tellen? Of nee, ze moeten heel goed opletten op alle details. Oh, wat alles is. Raket, ja. Wat voor kleur is de raket? Even poppen. Oh ja. Hoeveel voorwerpen heb je überhaupt? Ik moet even weten dat het een spiegelbeeld is. Ja. Oh, dit is een drone. En moeten ze ook naar kleuren kijken? Absoluut, alle details zijn welkom. Overal opletten. Is het altijd op de schachten? Of moet het ook wel aanzetten? Ja. Het is nog geen pauze. Jullie werken in ploeg van 6 uur. Wil werken door, let eens op, joh. Je bent helemaal met je niet met je mee. Ik sta weer als enige met de shower hier. Kijk eens hier, joh. Kijk aan perfecte kleuren, zo. Zo. Allee, ja. Pas wel. Door. Heb je een puggy voor mij? Ja. Was dit hem? Het is even pauze voor de mannen. Oh. Wij gaan eventjes wel eten, denk ik, of niet? Hé, maar mannen, wacht eventjes op die vraag. Moeten jullie blijven staan? Moesten wij zelf ook opletten? Jullie moesten zelf ook opletten, absoluut. En de vraag is? De vraag is, ga ik even spieken. Ik hoor dat het een andere vraag is. Maar ik hoor niet heel goed wat de vraag moet zijn. Wat had de beer op zijn hoofd? Beer? De beer? Heb jij een beer gezien? Ja, Phil heeft geen pet op. Wat had de beer op zijn hoofd? Een beer. Mensen thuis, neem het even over. Een beer? Ik ken wel beer. Dat is Limburgs voor bier. Ja, dat was het niet veel. Maar een beer. Ik heb ook geen beer voorbij zien komen. Nee, mag het hesje uit? Moeten we zo meteen nog een keer? Of, Nee, ik ga het je mag straks nog een keer, maar je mag hem nu even uitdoen. Gelukkig. Ja, jongens, de beer. Even denken, hoor. Ik heb een raket voorbij zien komen, sowieso. Een beer. Het Colosseum heb ik voorbij zien komen. Ja, ja, ja. Ja, ik en verder wat ik voorbij zag. Ik zag wel een kaboutertje met een... Een bolderkar. Een champagnefles. Ja, ik zag zo'n kaboutertje met zo'n auto. Met een schep, dacht ik. Zo'n auto voor, dat vond ik wel leuk. Maar verder, een beer. Hey, ik ben heel benieuwd of mensen dit hebben gezien. Ik weet wel, nu de volgende keer ga ik zelf We zijn ook aan het bellen, opletten. Volgens mij. Oh, kijk, heel even. Ja, ja zit volgens onder. Mij is... Met Tessa. Hallo? Hi, met Tessa. Hallo. Hi. Hi, hi. Ik versta jouw naam nog niet helemaal goed. Tessa, denk ik. Tessa? Ja, klopt. Hey, Tessa. Hallo, Tessa. Superleuk. Hoi. We hopen dat jij zo scherp bent geweest, dat jij goed hebt meegekeken en dat jij ons kan vertellen wat die beer op zijn hoofd had.
Ja, die had een verjaardagshoed op zijn hoofd. Een rode met witte stippen. Zo, jeetje, wat een detail. Ja, wat een detail. En de diameter van de hoed, hoeveel was die? Ja, die konden we net niet weten. Ah, nou, dat was de vraag. Hé, hey, ik denk dat we jou heel erg blij mogen gaan maken. Yeah! 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 Hey! Antwoord is hartstikke goed. Zal ik eens kijken? Zal ik hem pakken? Ik ga even kijken naar Kiki wat de prijs is. Ja, we gaan eventjes kijken hoor. De prijs... Ik heb hem hier voor jou. Oh, jij hebt hem. Nou, dan mag jij hem gaan... Ik zal hem hier... Revealen. Gooi jij hem even schuiven. Oeh... Want wat heb jij gewonnen? Je hebt een verrassingsboek gewonnen van Gia Notte! Hey! 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 Hou je een beetje van lezen? Oei. Oh. Stil, oh, heel sad. Hou je niet van lezen? Oh, jawel, jawel. Okay. Jawel. Hou je ook, hou je ook van eten? Van eten? Ja, wij houden heel erg van eten. Kijk, dan heb jij ook nog 2 Mac-menu's naar keuze gewonnen. En tot de tijd dat je ze gebruikt, kun je als boekenlegger gebruiken. Cap-nuggets. Ja, zeker. Die Mac-menu's. Oh, die kun je als boekenlegger gebruiken. Lekker. Ja, want Gia Notte zelf is wel dicht. Maar alles wat in de winkel is, kun je gewoon online bestellen. En dat bezorgen ze zelf gewoon thuis. En dat is een verrassingsboek. Hoe... Wie heeft daar gekozen? Nou, mij is verteld dat... Ik weet oprecht niet wat erin zit. De eigenaar zegt, het is een bekend boek en een heel goed boek. En laat ons vooral weten wat erin zit, Tessa. Want wij hebben echt geen idee. Nou, dat gaan we doen. Hé, hey, maar als Gia Notte het uitkiest, dan zal het een goed boek zijn. Daar moeten we op vertrouwen. Ja, dat klopt. Dat hey, klopt. Goed. Heel veel plezier ervan. Dankjewel. Okay. Doei, doei. 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 Ja, dat was leuk. En we zijn ondertussen natuurlijk nog steeds bezig met het spelen voor het blauwe 9-letterwoord. En voor de mensen die echt geen flauw idee hebben, Gijs, kan je nog een lekker hintje droppen? De eerste hint ga ik droppen. En de hint is, je moet niet alles zwart-wit zien. Oeh, je moet niet alles zwart-wit zien. Je moet niet alles zwart-wit zien. Jij dropt een hint, ik drop even een balletje. Oh, lekker. Even een roze balletje achter erin. Veel. En nu denk je, goh, zij weet het. Nee, ik had er wel even getipt, hè? Nee, joh, dat is niet waar. Maar we lopen wel, hij kan er niet zo goed zien. Nee. Ja, ik kan het wel goed zien. Ik zie dat deze wel een stukje hoger zit. Vertik hem, hé, mannen, laat ons niet deze in de steek. Deze zit bijna vol. Kom maar, op. We gaan naar het mannenonderdeel, Phil. Ja, het is de app-ronde. Ik zeg app-ronde 3. Ik kan er heel veel woorden aan vuil maken. Maar succes. Pak je we gaan telefoon. Beginnen. Ronde 3. En eventjes, ronde 3 is de laatste. Dus als je zo'n beetje bijna vierde, derde... Even je best doen, dan word je misschien wel eerste. En dan win je echt een hele vette prijs. Ja, dus pak die telefoon erbij, jongens. En de ga laatste. Er klaar voor zitten. We spelen de allerlaatste appronde van vanavond. Super veel succes. Veel succes. Yay.
Ja, bam! Boom. Daar zijn we weer. Nou, ik hoop dat jullie een goed gevoel eraan over hebben gehouden wat betreft de laatste appronde. Wij zien ondertussen heel veel leuke dingen voorbij komen op Instagram. Van mensen die fat guys taggen. Mocht je ze nog niet kennen of mocht je vergeten zijn om ze te taggen. En mocht je nog iets leuks posten op Instagram, doe dat dan vooral eventjes en tag even fat guys. Ja, want over fat guys gesproken, we kregen net te horen dat er een aantal mensen die vroegen of mijn blouse te koop is. Ja. Ik heb nog geen kinderen, maar dit is echt mijn kindje. Ja, normaal heb ik er ook een mooie broek bij aan. Als je ons even op Instagram zoekt, dan zie je dat vanzelf een keer voorbij komen. Hij is niet te koop, maar speciaal voor vanavond hebben we een sale, een aanbieding. hierboven is een tikkie voor €700. Maak hem over en dan kom ik hem echt persoonlijk met een gouden strik eromheen echt bij je afleveren. En het is echt een uniek iets. Er is er maar één van op de wereld, daarom is het wereld. Mijn kindje. Ja. Dus go maar, for it. Hij is op maat gemaakt. Wat voor maat heb je? XXL. Een S'je. Lekkere krop van maken. One size fits all. Let's go. Jullie hebben net allemaal die vragen gemaakt. En zijn er toch twee vragen die ik heel interessant vind. Maar eigenlijk de eerste. Daar staat dan, hoeveel gram lippenstift eet een vrouw gemiddeld in haar leven? Waarom een vrouw? Ik kijk even naar rechts. Ja, zit het er nog op? Ik kijk heel even op mijn beker. Maar dat vind ik al interessant, want dan is dat €800. Of €800, ik zit helemaal in die tikkie sfeer. 800 gram, 1600 gram, 2200 gram of 3000 gram. Het is dus 3000 gram. Boah. Maar dan vraag ik me af, hoeveel lippenstift eten mannen dan eigenlijk van vrouwen? Sowieso de helft. Nou ja, als je daar, ik nul. Ik bied de helft. Als je helemaal af te labberen. Ik nul. Ik weet het niet. Ja, sorry mama als je kijkt. Maar ja, ook dit moet besproken worden. Ja, ik weet het niet. Maar 50-50 misschien wel. En is er nog een vraag? Ja, het ging over hoeveel bezoekers trekt de Tilburgse kermis jaarlijks? En dan vorig jaar niet meegerekend. Maar ja, vorig jaar, weet het allemaal. Ja. Hopsa, mogen het niet zeggen. Strale bedoeling. Nou, trouwens, het was er wel. Het was er wel. Ik heb gewoon de 7 dagen zijn muntje schuiven. Ja, 10 dagen. Nee, je hebt knuffeltjes heb je nog. Knuffeltjes, knuffels. Maar nee, het waren er gewoon 1,5 miljoen bezoekers. 1,5 miljoen bezoekers. Echt niet gemiddeld normaal, per jaar. En nee, dat per te bedenken, dag. Dat per maar dag? Nee, totaal. Oh, in het totaal. Nee, ik denk wel, per dag. Nee. 1,5 miljoen. Je moet ze allemaal maar een hand geven. Ja, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Maar dan hebben we het wel snel voorbij. Hey, mannen. Trekken jullie even je jasjes aan? Nee, want ik ga eerst even... Ja, er zijn nog twee winnaars. Ik ging wel heel snel. Oh. Twee winnaars. Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Nou, slecht nieuws vind ik een beetje... Het is een man en een vrouw. Gewoon hartstikke goed nieuws. Ja, is goed nieuws. Hallo. Tweede prijs. En dan gaan we weer. Twee dingen tegelijk doen. Voilà, die. Tweede prijs. Het is een man, hè? Die kan dan niet. Tweede prijs is voor een vrouw. Oeh. 30 jaar, Gerdien. Hey! Hey! Lekker Gerdien. Een cadeaubon te waarde van 1 keer spuit 11 sweater, shirt, zwart. Sweater, zwart. Shirt staat helemaal niet. Van de Life Bar in Tilburg. Het is een hoodie. Het is een hoodie. Leuk. Het is winter, het is superkoud. One size fits all. Dus helemaal perfect. En het schijnt, als je lekker in zo'n hoodie zit, dan kun je eigenlijk niks beter dan gewoon lekker McDonald's erbij eten. Ja, heerlijk. Ik zeg, Gerdien, deze komt jouw kant op. McDonald's. Mag ik heel even onderbreken? Tuurlijk. Ik krijg nog eventjes door via mijn oortje dat er mensen zijn die de helpdesk niet goed weten te vinden. Oh. Wacht. Sorry. Het gaat helemaal mis. Het is iets anders. Gerdien, deze oproep is speciaal voor jou. Jij hebt je telefoonnummer niet achtergelaten. Dus wij willen jou vragen om dat via de helpdesk alsjeblieft nog even te doen. Zodat wij contact met jou op kunnen nemen en de prijs ook daadwerkelijk bij jou kunnen bezorgen. Op dit moment hebben we namelijk geen idee waar je woont. En dus ook geen idee hoe we jou moeten bereiken. Dus specifiek voor Gerdien, laat even je telefoonnummer achter in de helpdesk. En dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Prijs 1. De eerste prijs. De eerste prijs, daar zit een heel verhaal aan. Ik kan een hele verhaal gaan vertellen, maar dan barst ik hier echt een huilen uit. Ga ik niet doen. Maar er is één hoogtepunt nog tijdens deze hele gebeuren. Eigenlijk iets wat is gegroeid. En ik bespaar het hele lange verhaal, maar de markt in Tilburg. De markt in Tilburg mag nog. Ik hoor het Rutte nog zeggen, weekmarkten mogen blijven. Nou, ik deed wel een vreugdesprongetje. Ik kan wel overdreven, maar ik heb het gewoon gedaan. En daar zit een kraampje,
Luuk's notenbar. En dat is echt mijn favo. En wij trekken de stoute schoenen aan. Hij zijn hamburgerschoenen, ik mijn gewone schoenen. We gaan dan naar Luuk's notenbar. We zeggen, Luuk, we gaan een hele grote quiz organiseren voor de horeca en evenementensector. Zou jij iets beschikbaar stellen? Nou, heb ik heel goed nieuws. Ietsjes. Minder nieuws misschien, ik weet het niet. We hebben een prijs. En we hebben een geweldig borrelplankje gekregen. Een borrelplank was het gekregen. Maar die plank vonden we, waren er zo van onder indruk. Dat we hem zijn vergeten mee te nemen naar de studio. Dus die hebben we wel. Maar hebben we nu even niet. Maar wat je nog meer krijgt is... Ik heb hier nog 4 zakken liggen. Die zie je heel misschien niet. En 5 van deze zakken met van die pelnootjes. Nou, mijn vader is daar helemaal verzot op. Die eet die allemaal en... Ja, geweldig. En daarbij... Ik kan ze helaas niet voor morgen brengen. Maar voor volgende week zaterdag ben jij echt het mannetje. Want het gaat om een man. Jij hebt gewoon 4 waardebonnen van Luuk's Notenbar. Van in totaal 10 euro. Waar je echt de lekkerste noten van kan pakken. En dit is voor mij echt de hoofdprijs van alles. Ik vind dit zo'n leuke prijs. Dus de winnaar. Heb ik nog helemaal niet benoemd. Nee, ik wilde net zeggen, wist je wel wie dat is geworden? Ja. Iedereen denkt nu, oh, dat wil ik winnen, dat wil ik niet winnen. Maar er is maar 1 die er heeft gewonnen. Bram Vingerroets, gefeliciteerd. Deze prijs komt jouw kant op. Ja! Yeah! En Bram, als je ons volgende week zaterdag bij Luuk's Notenbar ziet, eventjes zwaaien, ja? Ja, en doen sowieso de groeten. En trouwens, je wint natuurlijk ook, mocht je van die noten denken, oh, ik wil even iets... Gewoon McDonald's. 2 bonnetjes, die komen ook jouw kant op. En Bram, die plank die wij zijn vergeten. Als je even in het Facebook-evenement gaat zoeken. Ja. Zo'n prijzenfoto, daar staat die plank echt vet mooi op. En die plank is zo... Ik vind hem echt... We hadden tranen in onze ogen toen we hem kregen. Echt. Die plank is top, want hij is echt customized. Hè? Dus ja, hij is echt gewoon... Hapjes en nootjes by Luuk. Echt... Ja, collectors item. Ja. Ja, het is echt geweldig. Helemaal top. Nou, kan hartstikke leuk. Laten zien, maar nee. Gefeliciteerd, jongens. Ik zeg... We gaan door. Hebben we de ballen erin gegooid? Ik wel, maar jij niet. Jij bent het vergeten, jongen. Oh, je hebt het alleen gedaan. Je denkt, ik ga er nog even... Dan zie je wel weer het verschil, hè? De man is gewoon eerlijk, de vrouw doet daar gewoon stiekem. Nou, we gaan door met het volgende spel, jongens. Mannen, trek je jasjes maar weer aan. Och, is dat weer zo ver? Wat gaan we doen? Zoveel het loopt praten. Helemaal uit. Nee, ik laat hem lekker aan. Trek hem eroverheen. Het is koud buiten. Hartstikke idee, aan het werk, jongens. Trek hem aan, ga aan je lopende band staan, want we gaan naar het spel. Het is koud buiten, doe ik ook mijn sjaal aan. Want is dit de laatste shift voor het weekend? Of moeten we hierna nog door? Zeker weten. Dan spaar ik nog een beetje mijn energie. Ik hoop toch dat ik... Meert, als jij nog zo meteen zorgt dat er zo'n Bavaria 0.0 klaar staat, dan heb ik die van mij al namelijk erop. Mannen gaan staan, want wat gaan we spelen? Yo, het loopt volledig uit de band. Nee, ik moet... Let's go. Moeten wij weer focussen? Te werken, ja. Nee, ja, ik vind er ook niks aan. Ja, weer met die ene gijs, ja. Voor. Oh ja, ik moet beginnen, sorry. En even iets gefocuster als net, hè? Opletten, we moeten nu zelf ook... Dit is de vuurtoren. Oh, ja. Ja, wekkertje. Hadden we hier net ook niet? Hé, ik ging zelf even buiten. Zie je met een grasmaaiertje. En deze. Hoe heet dat ook weer? Zo'n dubbele helikopter. Oh, kijk, de televisie van vroeger. Ik weet niet het rond. Ik heb wel een beetje moeite met links-rechts coördinatie. Jij moet andersom. Het is moeilijk, jongens. Voordat ik door heb, is dat weer klaar. Hey, okay. Kiki, supervisor, hoe doen ze het? Ja, dat kan altijd beter, mannen. Maar je moet letten op die details, want dat eentje had alweer een hoedje op. Die met een steppen! Die met een steppen! Is dat een mystery box, toch? Kan ik zelf appen? Mag ik appen? Ja, mag ook appen. Is dit een mystery box? Of is dit? Nee. Is dit een mystery box? Wat een spanning en sensatie, jongens. Een emmer bloed. Nou, ik weet het niet, maar dit is... Ik klok uit, hè. Ja, mannen, kom eens even terug. Hebben jullie wat opgelet? Maar het is zo'n strenge shift. Absoluut, zeker weten. Absoluut, ik heb een hele mooie vraag voor jullie. Nou, ik ook. Wat voor kunstwerk kwam er na de clown? En ook voor jullie thuis, hè? Met die... Een rood hoedje met witte stippen. Met die bloed. Met dat bloed van jou. Daar kun je toch een kunstwerk van maken, hè? Oh, jij loopt al weg. Ik weet het niet. Ja, maar uit, jongens. Klopt maar uit. Dat weet ik ook niet. Het is trouwens vrijdagavond. Ik krijg me dubbel, toch? Of niet? Ja, het is na 8. 175%. Ja, doe je moeilijk. Kan ik een keer echte vaste sigaretten kopen in plaats van die check iedere keer. Stil eens.
Hij is wel lekker. Ik vind het serieus wel een goede toelie eigenlijk. Geluid kan van nooit weekend, op. Hè? Goeie geluid toelie. Van weekend. Hoe doen we dat ook alweer op YouTube? Doen ze altijd zo, ja, zo hè? Influencers. Ik kan niet wachten op dadelijk de schrobbelen. Oké, dus de vraag, Kiki, was, wat kwam er na? De clown. Na de clown. En dat moeten mensen weer appen natuurlijk. Dat kunnen hè? Mensen weer appen. Naar als het spel. Je, ja, gewoon appen. Naar het spelnummer. Oké, okay, hartstikke leuk. Gijs, zijn we al toe aan een hint? Ik denk dat we wel toe zijn aan een hintje. Aan een hint 1 is dat je niet alles zwart-wit moet zien. En hint 2 is, dit doe je niet samen. Dit doe je niet samen, oké. Okay. Dit doe je niet samen. Lekker jongens, laat even je hersenen kraken. Ga nadenken, wat kan het zijn? Ondertussen gaan wij iemand bellen. Oh. Ja. Kiki. Kiki gaat iemand bellen volgens mij, hè? Voor een hebben we uit al de band. Iemand? Weet iemand al? Het loopt uit de band. Het loopt uit de band. Bellen, daar gaan we. Dit is het leukste. Hoi met Linda. Hoi Linda. Hallo. Kijk, jij bent live. Woehoe. Heb jij een beetje goed opgelet? Was je scherp? Ik was best wel scherp. Ik was echt super snel aan het schrijven. Oh, je hebt echt meegeschreven? Ik heb echt geschreven als een gek. Met alle details, of wat? Goede tactiek. Dat was een goede tactiek. Wat een tactiek. We willen die foto gezien met al die details. Hey Linda, ik ga de vraag nog één keer voor jou herhalen. En dan mag je daarna gelijk het antwoord geven. Yes. Wat voor kunstwerk kwam er na de clown? Ja, dan was het vrijheidsbeeld. Even tromperoffel. Linda Jette! Ja! Alweer een winnaar! Kiki, wat hebben ze gewonnen? Ja, daar gaan we. Ik ga eens eventjes, ik ga even spieken. Maar Phil, wil jij misschien heel eventjes iets pakken? Moet ik weer assisteren? Ja, absoluut. Het is niet normaal, ik moet hier zoveel werken. Jij bent mijn showpony. Jij bent mijn showpony. Je showpony. Nou, aangezien het corona is... Je dat mag ik helemaal niet zeggen. Nee. Kiek gaat hem toch geven? Nee. Ja, maar kan er niet aan aangeven. Nee, we houden het even ja, aan deze zeggen. Kant. Ik doe alleen, als ik dan toch de showpony ben, dan ja, doe ik dan het mag helemaal. Het alleen laten zien. Lieve Linda, jij hebt gewonnen. Het noodpakket van Café Brandpunt. Hey! En wat zit erin, Phil? Daar raad mee. Ja, dat moet jij zeggen. Ik zie een heerlijk biertje, een triple carmeliet. Een van mijn favorieten. Oei. En een lekker flesje wijn. En een waardebon. Er staat lekker. Op een tosti naar keuze. Hey! En je hebt ook twee dobbelstenen gewonnen. En buiten dit natuurlijk ook twee heerlijke Mac-menu's van Tilburg Centrum McDonald's. Ben je altijd er blij mee? Goed. Ja, super blij. Kijk, hartstikke goed. Nou, top. Dankjewel. Super, fijne avond nog. Speel nog dankjewel. Lekker door. Joe, doei doei. Doei doei. Joe, joe. Ik denk dat we ook nog gelijk heel eventjes door moeten, want de mannen hadden het al een beetje verklapt, want er ging even iets heel speciaals of mysterieus van de band af. En dat was een wat was het? De Mystery Box. Mystery Box. Maar de mensen thuis weten niet wat erin zit, hè? Ja, want je kunt met die Mystery Box... Zijn aan het bellen, jongens? Hallo, met Lien. Hallo, met wie? Hallo. Hallo. Met wie spreken we? Ja, met Lien. Hallo, met Lien. Kom jij uit Hallo. België? Ja, dat klopt. Wat leuk! We gaan de grens over. Internationale grote online tv-show. Hey, the top. Next time we have to present it in the English style. Dan lachen we niet jou, Phil. Hey. Zo, mogen wij een blauwe bal? Hey, Kiek, ik denk dat jij... Een prijsje weet je meteen aan Lien, hè? Ja, nu mag Phil het toch weer even pakken. Wat heb je gezien precies? Oh ja. De Mystery Box. Yeah! Ja, de Mystery Box. Heel scherp. Hey Showpony, wat heeft ze gewonnen? At the left side, you can see, it's a package with... Yeah, you can tell it to the people at home. Hey Lien, jij hebt een heerlijk Prins Heerlijk pakket gewonnen. Hey, Lien, heb je dit al gezien? Yay, superleuk. En dat is eigenlijk... Ik zie Tilburgse biertjes ja. Ja, zeker, in mijn linkerooghoek. Een Belgian IPA? Wat is dit? Nog een IPA? Steek je los. Nee, hartstikke lekker. Kijk je blond. Heerlijke biertjes, Lien. Dan kan jij lekker gaan pilsen. Het is van een heel goed doel. Ja, zeker. Het is van een heel goed doel, want bij Prins Heerlijk daar werken allemaal mensen met een beperking. Dus het is een supergoed initiatief. Oké, leuk. Ik ben er heel blij mee.
Kijk, gelukkig. En deze mannen komen hem speciaal bij jou brengen, hè? Helemaal naar België. Ja, mogen we naar België straks? Of waar woon jij? Ja, mijn vriend woont in Sittard. Oh, dat is gelukkig om de hoek. Ja, als corona weer voorbij is... Goeiedag, hé, jongens. Er wordt toch een toertje? Als corona weer voorbij is, dan ga ik wel... Ik ga daar ooit wel een keer naar het voetballen en dan neem ik het dan wel mee. Nee, we komen het wel brengen. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Geniet ervan. Doei, doei. Ik probeer een drummetje onder te krijgen. Maar hadden we de Mac-menu's ook uitgegeven? Jazeker. Okay, ja, zeker. Okay, sorry, jongens. Oké, ik ben er weer. Gaan we ondertussen ook weer even kijken naar wat leuke foto's van mensen thuis? Of zullen we misschien geen foto's meer binnen hebben gekregen? Ik hoop het wel. En ik ben zo'n eerlijke jongen. Mijn moeder heeft me zo goed opgepakt. Ik was er wel alweer begonnen. Hè? Ja, gaan jullie dat maar doen. Dan doe twee ik even dit. De borrelplank is op, dus je gaat op het spel zitten. Lekker zin erin. Dat zijn de reislusten, dames. Pizza van reislust. Ja. Lekker een biertje en een wijntje. Mooie zaak, hoor. Oh, kijk, spelkaart erbij, lekker wijnen. Hey. Dat is, echt... is dat een coronaflesje? Dat lijkt het op, hè? Mijn optiek lijkt die een beetje scheef, die hals, maar... De foto's worden iets vager. Iets vager. Ja. De alcohol zeg maar, dat stijgt wat meer. Ja. Oh, kijk. Een scheetig konijntje. Die is leuk. Ik ben er echt super allergisch voor, dus ik moet hem niet vast hebben. Wat een zwoele blikken. Kijk eens aan. Ik denk dat er hier wat ladies zijn die jullie proberen te verleiden, jongens. Kijk, een bankje vol. Het wordt ook lekker donker bij de mensen in huis. Lekker biertjes, wijntjes. Jazeker. Hey! Oh my god, het is hem wel! Is dit een Mr. Zizi? Ja. Oh, zo leuk dat hij meedoet. Kijk, uit België. Hoppakee. Wat een verrassing. Dat zijn waarschijnlijk de winnaars van net. Ja, dit kan van net zijn. Geweldig dit. Kijk. Gezellig. Kijk, als we in een bioscoop zitten, zoveel ruimte. Ja, joh. Echt leuk. Hoppatee, duckface in de strijd. Ja. Hey. En een bekertje, Dit is Robin volgens mij. Ja. Red Cups. Oh, dat ken ik ook, de grote online tv-show. Wat leuk. Wat een gezelligheid bij mensen thuis. Ja, heel gezellig. Toch een dorp, hè, Tilburg, dan stiekem. Leuk. Het blijft zo gezellig. Jongens, we zijn ondertussen nog steeds bezig met het 9-letterwoord. Zullen we het dus wat makkelijker maken, Gijs? Ja, we moeten het iets makkelijker maken. Gijs, hintje erin. Bam. De laatste hint alweer. Ik weet niet of het de laatste is. Jazeker. Ja, we gaan rap. Oh ja. Even kijken, hint 1 was, je moet het niet zwart-wit zien. Mm-hmm. Hint 2 is, dit doe je niet samen. En hint 3 is, Mozart, die wist hier wel raad mee. Mozart wist hier wel raad mee. Appen naar deze is wel dat een graadje nummer. Moeilijker, hoor. Ja, ik ben benieuwd of iemand het al geraden heeft. Het zou zomaar kunnen. En dan nu. Ik vond het vorige stukje echt al leuk. Maar dit en... Normaal gesproken moet je eigenlijk het lekkerste, het leukste bewaren tot het laatst. Het is bijna het laatst, richting het einde zijn we aan het gaan. We gaan naar de showbiz quiz. En dit is echt mijn favoriet. Dit vind ik zo enorm leuk. En ik kan het allemaal weer gaan verklappen. Maar dan ga ik allemaal dingen vertellen die onze grote vriend Gerard ook gaat vertellen. Ik zeg Gratje, vertel het. Gerard, where you at? Gratje. Showbiz quiz. De knallende muziekquiz. We gaan zo starten met een van de allergezelligste onderdelen van de show. Je hoort zometeen 5 verschillende nummers. Aan jullie de taak om te herkennen wie de artiesten zijn. Een spel voor echte muziekfanaten dus. Vul telkens de eerste letter van de betreffende artiest in op je spelkaart. Op deze manier ontstaat er een woord. Weet jij welk woord? App een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst Showbiz Quiz. En het juiste antwoord naar het spelnummer. Wie weet pak jij die grandioze prijs. Ja, dus deze. Jullie gaan eigenlijk 5 liedjes horen. Daarmee maak je een geweldig mooi woord. Ja, geweldig mooi woord. Weet ik niet of dat zo'n mooi woord is. Maar de liedjes... Maar gaan we eerst iemand bellen of doen we eerst de... Nee, we gaan eerst spelen. Okay. We gaan gewoon spelen. En pas als iemand het goede woord of een woord heeft van die nummers... Oh, juist, ja. Dan gaan we iemand bellen, toch? Ja, er zijn dus 5 liedjes. Dan moet je de artiestennaam pakken, eerste letter. En dan maak je woord van. En de liedjes... Mogen we even zeggen, de DJ-duo in ons heeft hier toch wel redelijk zeggenschap in gehad. En we hebben de liedjes uitgekozen die we normaliter niet altijd draaien.
Maar toch persoonlijke favorietjes. De Guilty Pleasures, dat is wel een mooi genre. Echt, als jullie ons een beetje kennen. Ja. Nou, we kunnen er nog wel even van zeggen. Alsjeblieft, start knal even het volume in die studio. Ja, alsjeblieft, mag ik hier wat harder, want dit zijn echt... Let's go, mensen. En draai ze uit. Liedje 1. Draai ze uit. Hop, hop, alles is op. Jeugdsentimentje dit. Doen we meteen nummer 2 erachteraan? In de studio mag je nog wel een standje harder, hoor. Ja. Moet ook meezingen, of? Als de mensen thuis dat leuk vinden. Oké, okay, hou me vast, hou me vast, hou me vast, hou me vast. En voel mijn hart nu steeds. Met 0900. Stop hiermee. Oeh. Ja, nummertje 3, hè? Niet dat dit ook de favoriet zijn. Ik denk van de vrouw disco-legging hier. Ja, show hem, show hem die disco-legging. Deze legging. Nummertje 4. De eerste letters van de artiesten. De eerste letters van de artiesten. Hey! Ik zou echt niet weten van wie dit is, hoor. Ja, het is een beetje Japans, hè? Ja. Ik zou dit echt niet weten. Oh, ik stel je mee, want ik dacht heel tijd te heilen. Ik ben niet zo goed in de conditie. Hoe deed je dat ook weer, Meert? En de laatste. Nog eentje? Nog één. Kali! Als je heen bent, zag je niet, hè? Nee. Dus het is niet de K. Kali. Ik hou van jou. Van jou. Dan met je thuis. Oeh, oh, dat klonk lekker, hoor. Ja, nou, net alsof we in de kroeg waren even. Ja, echt geweldig. Oeh. En dus nu alle eerste letters achter elkaar en dan... Ja, het is nu even wachten tot we een winnaar hebben. Ja, ja, en dan maak je er een woord van. Tijdens het wachten, en ik heb het al een paar keer gezegd en ik blijf het zeggen... linksboven, althans voor mij rechts... Oh, hier, die kant. Petikkie, hij doet het nog steeds. Help de horeca, evenementensector, help Philippa Does. En in de tussentijd, ik weet niet of we al een winnaar bekend hebben. Maar ja, ja, we hebben een winnaar. Wat zei je over de tikkie? Ik wou zeggen Schrobbelair, rondleiding, ja, kun je winnen, textielmuseum. Naar 10, McDonald's zit erbij. Het zijn gewoon ook echt leuke prijzen en je helpt. Dus. Ja. Maar we hebben een winnaar. Ja, we hebben al een winnaar. Nou, iemand van super snel veel. Dus we gaan kijken wie ik ben wie dit is. En wat hij gaat zeggen. Hi. Hallo? Hallo. Met wie spreken Hi. Wij? Met Floortje. Met wie? Met Floortje. Floortje, Floortje, hey. Wat een leuke naam. Welkom in de uitzending, Floortje. Hoi. Superleuk dat je er bent. Voor welk spel heb jij geappt? Voor de showbiz quiz. Voor de showbiz quiz. Die is helaas net voorbij, sorry. Wow. Nee. Hey, jij bent er snel bij. Ja, het laatste was een beetje gokken en toen hoorde ik Alkali en ja, toen wisten we het zeker, het is Jan de Wagner. Dat was Kijk, eigenlijk ook ons idee, ja. Die laatste is in ieder geval goed. Maar heb jij de voorgaande letters ook goed? Veel. We gaan even kijken. Ja, wat was namelijk jouw antwoord? Mijn antwoord is stand. Stand. Helaas. Nee. Kan je hem even spellen? S-T-A-N-D. Tudum, tudum. Blip, 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 blip. Yeah! Yeah! Hartstikke beetje, zeg. Lekker, en, joh. Nou... Ik wil niet heel vervelend zijn, helemaal niet zelfs, want daar hoort sowieso een roze balletje. Een roze bal bij, dat is dan weer minder. Oh, kijk nou! Jammer. Hoe kan het nou denken dat jullie 4 van die ballen meer hebben? De ladies gaan gewoon heel normaal. Dubbels om er even 3 in, Phil. Het is ook, de regie kiest natuurlijk die mensen uit. Ja, en dat is natuurlijk vrouwen, ja, ik snap het allemaal wel. De mannen die regie. Maar je hebt natuurlijk prijs. En bij deze prijs hoort een gouden envelop. En er zitten er nog 2 in, waarvan... Eentje, Villa Padouze is met een hele leuke prijs van de Efteling.
Dus je kunt kiezen uit nummertje 2 of maar nummertje 7. Maar die andere prijs is eigenlijk net zo gaaf. Hoor. Ja, die andere is ook heel leuk. Maar ja. Het is nummertje 2 of nummertje 7, zeg het maar. Ik ga voor nummer 2, want dat is mijn geluksgetal. Ja, oh, wat een geluk. Het had zo moeten zijn, denk ik. Wordt dat dit het moment dat ze van nummer 2 gaat? Ze gaat voor nummer 2. Ik krijg het er warm van. Ze gaat voor nummer 2. Oh, oh. Oh, hallo. Shit. Ik dacht dat ik de goede pakte, jongens. Dat 0.0 Bavaria, is dat wel safe? Ik wil nummer 2, ja. En wat zou blikje? Erin zitten? Hier gaan we, hoor. Is... Oh, oh, oh. Oh! Floortje. Villa Pardoes pakket. Ja. We gaan eens kijken wat er allemaal in zit. Ik wil die linkse. Die wil ik. Even kijken. Floortje. Hallo Floortje. Je hebt gewonnen. Je hebt mij gewonnen. En ook die persoon daar. Nou, niet mij. Maar, nee. Maar je hebt echt een heel leuk Villa Pardoes pakket gewonnen. Maar wat we net zeiden, er zit iets heel leuks bij. Zullen we, ja, nou ja, wat zit er allemaal bij? Sowieso zo'n buik, nou, hoe noem je dat? Handpop. Ja, zo'n handpop. Handpop. Ik wou buikspreekpop zeggen. Nee, deze hallo. Niet. Een handpop. Een hele leuke... Villa Pardoes zelf. Original Pardoes pop. Hartstikke leuk. Er zit een heel leuk kleurboek bij. En een spelboek. Ik weet niet of, en ook stiften. Ik weet niet of je kinderen hebt. Nou, nee, dat hoop ik niet. Heb je dan leuke neefjes of nichtjes? Jawel, die vinden dat wel leuk. Daarom. Hey, maar we hebben nog een andere hele leuke prijs die daarbij zit. En dat zijn namelijk 2 toegangstickets voor de Efteling. Yay! 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 Dus jij mag gezellig naar de Efteling toe. Als ze open zijn, hè? Als ze weer open zijn natuurlijk. Ze zijn nu dicht, maar goed. Zodra ze open zijn, kan jij daar lekker naartoe. En dit wordt dus mede mogelijk gemaakt door Villa Pardoes, hè? De goede doel zelf heeft dit ter beschikking gesteld voor jou. Ja, en ik heb me laten vertellen, die 2 toegangstickets. Het is eigenlijk een giftcard ter waarde van €90. In het hoogseizoen zijn de tickets bij de Efteling €45 per stuk. Hè? Dus dan kan je er met z'n tweeën inderdaad precies naartoe. Maar als je in het laagseizoen gaat, dan kan je er ook nog een lekker frietje voor eten. Dus tel uit je winst. Ja, zo is dat. Hey, ben je een beetje blij? Goed gedaan. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, veel plezier nog verder vanavond. En nog een fijne dankjewel. Avond. Yes. Doei. Ja, en voordat ik het woord ga geven aan Gijs, gaan we ook bijna, want we gaan nu bijna de selectie opmaken voor de tikkie. Dus ik zeg, okay. Ga je maar af. Ja, het 9-letterwoord is geraden. Het 9-letterwoord is geraden. Het was alweer een tijdje geraden, hoorde ik. Weer zo snel? Alweer zo snel. Gaan we iemand bellen, denk ik, hè? Ja, we gaan weer iemand bellen. Nou, gooi maar open die lijn. Take it away, guys. Hallo, mijn Natalia. Hallo, Natalia. Jij bent ook zo'n slimme, snelle puzzelaar. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Stand. Nou, Natalia, het is een 9-letterwoord. En stand, dat hoorde bij de showbiz quiz. Sorry. Het geeft niet. Het is allemaal live. Het is niet te spannend. Ik heb net de grap maken van dat is net geweest. Maar... Sorry Natalia, we spoelen even terug. Wat denk jij dat het 9-letterwoord is? Pianospel. Dames en heren, ik kijk eventjes in mijn boekje. En... ik moet je een beetje teleurstellen, Natalia. Ah. Oh. Want je zit echt mega in de buurt. Maar niet het goede. Maar het is niet de goede. En ik had je echt kei graag die laatste gouden envelop gegeven. En een paar Mac-minuutjes. Maar helaas. Oh. Sorry, Natalia. Oh, dompertje. Ja, jammer. Godsamme, heb je wel een leuke avond? Ja hoor. Oh, okay, gelukkig. Nou, wie weet dat we je nog met een laatste... Ja, zoveel komt er eigenlijk niet meer aan. Nou, er komen nog een paar dingen, dus je hebt nog wel kans hoor. Laat je niet uit het veld slaan. Nee, dat ook niet doen. Gelukkig. Fijne avond. Hetzelfde. Oh. Nee. Dit doet pijn. Dit doet pijn. Ze zei het woord en ik wilde al juichen, maar... Ja, ze zei het woord, hè, maar het was niet goed. Dit zat is ook heel het leven. Dicht in de buurt.
Ja, soms maak je mensen blij, soms maak je mensen verdrietig. We gaan meteen een nieuw iemand bellen. Ja, als er verliezers zijn, zijn er ook winnaars, helaas. Hoi, met Nina. Hallo, Nina. Hallo, Nina. Hallo. Nou, Nina, het is niet pianospel. Het is niet. Maar welke negen letterwoord is het wel? Het is piano solo. Yes! Yeah! Yeah! Oh. Hartstikke goed. Ja, en ja, normaal zou er heel veel keus zijn uit een envelop. Maar ja, je bent de laatste gouden enveloppentrekker. Dus welke envelop wil jij? Nou, dan denk ik toch dat ik voor nummer 7 ga. Hey. Oei, 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 oei. Wat zou er in die laatste envelop zitten, hè? Spannend. Ja, ik weet het niet. We gaan kijken, Nina. Ben je er klaar voor? Zeker. Oh! Yeah! Ja, dit is een lekkere prijs, hoor. Jij hebt gewonnen een rondleiding in de Schrobbelair-fabriek. En een Schrobbelair geschenkpakket. Hey! Hey! Even showen nog, hè. Even een kruikie. Twee kruikie en twee mooie proostglazen, zoals ze dat noemen. Is die rondleiding voor twee personen? Voor twee personen. Ja, dat dacht ik al. Maar voor alle mensen die nu een tikje hebben gestuurd, die nu helemaal bezorgd zijn, ben niet bang, we hebben twee van deze geweldige prijzen. Gulle mensen bij Schrobbelair. Ik ga zelf ook maar eens even die rondleiding boeken, denk ik. Want ik ga, en dan ga ik die fles Schrobbelair drinken. Oh. Ja, kruik. Ik wilde net zeggen. Ja, het is een kruikje. Hey, voor de goede orde, hè? Sorry, ga ik er ook nog even een balletje in gooien. Hey, Nina, van harte gefeliciteerd. Daar kijk ik al niet meer naar. Nee. Oh, Nina is al weg. Oh. Nina is al weg. Nina, gefeliciteerd, meid. Dankjewel. Hey! Oh, en nu je er toch nog bent, jij krijgt ook die twee Mac-menu's, hè? Van McDonald's Club en hartstikke lekker. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Hey, Nina, deze bal is voor jou. Bam. Hoppa. Die kunnen ze niet meer tellen, niet? Zijn heel veel. Ze ik komen gewoon boven de tafel uit. Ik hopen dat de eindstand van die app toch eventjes 3 mannen zijn. Want anders wordt het een zware dobbel vanavond. Ja. De app... Het app totaal. Oh jongens, zijn we al toe aan het laatste gedeelte van de avond? Ja, we gaan richting einde. En ik denk dat we de eindstand van de app eens gaan bespreken. En dan hebben we natuurlijk een nummer 1, een nummer 2 en een nummer 3. Maar ik denk dat we beginnen met een nummer 3. Je bent net niet tweede geworden, net niet eerste. Je bent het wel heel goed gedaan. Het enige wat ik heel interessant vind is... het geslacht is geen man, geen vrouw, maar onbekend. Dus... vind ik een man. Vind ik ook een man. Ja, en ja, daar zijn wij het natuurlijk niet mee. Ja, we moeten het wel. We zijn er 6 minuten voor. Kom op, gun ons een beetje. Nee. Bij een leuke avond. Dat is een man. Veel voor naar een bal. Ja, het is geen nee, het is geen vraag. Is goed. Een man. De nummer 3 is Kater Guus. Kater Guus. Nou, dat is toch een mannennaam. Ja, nou, Guus is geen vrouwennaam, dus ik weet niet wat hij was de bal. Nou, Guus, ik vind nou ook een vrouwennaam. Dus we maken het 50-50. Een kater. Nee, veel. Even wachten. Even de prijs zoeken. Ik probeer het een beetje te rekken. Oh, want je kan hem niet vinden, die staat daar. Boven op de notepakket. Even kijken. Oh, is het deze? Ja. Dan, nou, schuif hem even door. Dat is voor de nummer 3. Ja, we kan hem even showen. Ja, laat hem even jij zien. Jij wint namelijk een waardebon van Escape Room Locked voor €25. En ik denk, dat is leuk. Wij kunnen als ervaringsdeskundige wel even zeggen... wij zaten toen opgesloten in donker, ik weet niet wat nog weten, met zo'n zaklamp. Ja. Dat was... wij hebben daar de Schrobbelair-kamer gedaan, toch? Ja. Die was echt top. Die komt jouw kant op, Guusje, Kater Guusje. Kater Guusje. 2 keer man, maar toch wordt er een roze bal ingegooid. Ja, we staan gelijk. Vals spelen tot de max. Nee, dat klopt eigenlijk niet. Ik denk altijd dat het een man zou moeten zijn. Maar dat denk ik ook, dat het een man moet zijn. Oké, we kijken even verder. En dan gaan we naar nummer 2. Helaas net niet nummer 1 geworden, maar nummer 2. Vind ik eigenlijk een hele, hele, hele leuke prijs. Oeh. Het is wel een vrouw. Dus, ja, daar passen bijna geen ballen meer bij. Nee, passen er bijna niet meer bij. Ik wil het heel ruim jullie doen. En dan heb ik door dat er 2 kanten zijn. Ja. De nummer 2 wint een jaar lang toegang tot de Beekse Bergen voor 2 personen. Wat ziek ideetje. En deze prijs gaat pas in na al deze ellende. Op het moment dat het helemaal voorbij is en jij zegt ik wil deze prijs in laten gaan. Dan gaat die in.
deze prijs een jaar lang toegang tot de Beekse Bergen voor twee personen. En mocht je na één van die zoveel keren dat je daar naartoe gaat een keertje honger hebben, natuurlijk voor jou ook twee McDonald's Tilburg Centrum menu'tjes. En dan denk ik dat we de nummer één... Wie was de nummer twee? Hoe heette die dan? Tete Gerdien. Oh, had Gerdien. 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 Gerdien, nee. Was dat dezelfde niet Gerdien? Gerdien, ja, dat is denk misschien ik dezelfde. Ik denk dat het dezelfde Gerdien is. Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat het dezelfde Gerdien is. Ja, het zou een andere Gerdien kunnen zijn, maar heel misschien is er één Gerdien twee keer in de prijs gevallen. Dus dan heb je wel echt super, 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 super. Ja. Nee, ik krijg hierdoor, het is dezelfde. Dus Gerdien, je hebt echt superveel geluk. Je kunt zelfs twee keer naar McDonald's, of misschien als je alleen gaat, vier keer. Je hebt gewoon vier keer Mac-menu's. Gefeliciteerd. De nummer één, die gaan we bellen. Oeh, en wie is het? Het zijn er eigenlijk. Spannend. En we gaan daar opnieuw een discussie krijgen, maar ik vind dat dit twee mannen zijn. Ja, er kan geen vrouwenbal naar wij, dus we kunnen heel lang praten. Nou, dat kan wel. We gaan nu iemand aan de lijn krijgen. Goedenavond. Goedenavond. Als het goed is, spreek ik met Bert en Thomas. Yes, je spreekt met Thomas en Bert zit hier naast me. Maar Bert heeft ook heel goed meegedaan, toch? Ja, we zijn met z'n tweeën één, hè? Ja, dus jullie vinden dat er twee ballen zijn, nee, toch? Nee, één bal. Met z'n tweeën één zijn. Dat is niet normaal, hè? Vrouwen zijn altijd zo slecht, hè? We zitten al helemaal af, het spel is bijna klaar, maar toch maar één bal. Wij zijn van het team. Ik zal jullie uit de brand helpen. Bert is mijn lieve vriendin, dus een man en een vrouw. Oh, yes! Dit ja, is top, Thomas. Ja, dan doen we één bal. Mag... Genaaid door het eigen geslacht. Nee, we mochten geen twee ballen doen, dus... Wat een geweldige naam, Bert, voor een vrouw. Ik hou van dat soort namen voor vrouwen. Kees vind ik ook top voor een vrouw. Heb je een beetje een idee wat je eventueel zou hebben kunnen winnen? Wat je... Nee, we zijn heel benieuwd. Vertel. Kijk. Weet jij een beetje de hoofdprijzen die uitgedeeld werden vanavond, of niet? Nou ja, ik zag net een jaar Beekse Bergen, dus ik denk dat wij wel 10 jaar mogen. Maar zou je dan willen 10 jaar naar de Beekse Bergen? Ja, dat is kijkzellig. Oh. Nou... Maar je hebt geen idee wat de hoofdprijs van de show was, of is? Nee, vertel. Okay, extra leuk. Pak je vriendin even lekker vast, want die gaat uit de panty scheuren. Heb je een leuke avond gehad? Ja, daar gaan we nu meemaken of het een leuke avond wordt. Wat zijn je hobby's? Nee, grapje. Ik ga het vertellen. Jij wint voor bij jou thuis een 5-gangen diner voor 4 personen, inclusief drank, door de chef. Kok van Gastrobar Rix. Ja, dit is echt. Ja, Jan, dit is echt. Hey, dankjewel. Dit is echt een geweldige prijs. En eigenlijk. Hoor ik Bert gillen? Ja, volgens mij wel. Kennen jullie Rix? Jazeker. Ja, dan weet je wel waar je aan toe bent met dat 5-gangen diner op de stoep, denk ik, of niet? Nee, het is niet op de stoep. Het is gewoon als het mag. Komen ze bij je thuis. In de keuken? In de keuken. Ze komen, dus dan moet je wel je keuken een klein beetje opruimen. Maar hij doet uiteindelijk alles maken. Hij ruimt het ook weer op. Je hebt geen afwas, niks. Je krijgt gewoon drank erbij. Echt fantastische prijs. Mocht het nu, en daar ga ik echt niet van uit, want Gastrobar Rix is echt fantastisch lekker. Maar mocht je na een 5-gangen diner echt een grote eter zijn en je denkt, ik heb nog een heel klein gaatje. Zitten ook 2 Mac-menu's bij. Ik denk dat de dag erna wordt. Ja. Dat denk maar ik ook. Maar deze prijs echt... Ik ben super fan van de Mac, maar 5-gangen Gastrobar Rix. Dit is sorry, echt mijn persoonlijke. Sorry. Na Lux Notenbar is dit wel mijn favoriet. Ja. Hey, en heeft die chef toevallig zondag altijd? Ik zou ze meteen bellen. Ja, dan wordt Thomas, die wordt dan 30 jaar alweer. Oh! Zo ik zou morgenochtend meteen even die hotline van Rix even oppakken. De Dirty 30 Bash. Nou, dat moet wel met dit diner. Maar even serieus, stuur het heel eventjes door naar de persoon naar de studio. En dan krijg ik het waarschijnlijk in mijn bezit. En dan zorg ik ervoor dat ik Rix al ga informeren. Misschien hebben ze zondag tijd. En anders, 30 is zo'n mooie leeftijd. Dan kun je ook een weekje je later bent een jaar vieren. Lang 30, hè? We kunnen ook een heel jaar lang vieren. Ja, ik ben een tijdje 30. Hey, geweldig, jongen. Ja. Hey, mogen we jullie één dingetje vragen? Ja? Als jullie dan straks, misschien aanstaande zondag, misschien een andere dag, aan dat diner zitten, willen jullie dan even Fat Guys taggen? Dan zien wij jullie nog voorbij komen. Ja, dan kunnen wij nog even kilo over die foto's. Dan kunnen wij nog even helemaal lijp gaan op jullie 5-gangen diner. Dat is goed. Oké, helemaal leuk. Hey. Dankjewel, hè. Yes. Super gefeliciteerd, jongens. En geniet ervan. Yes. Oké, okay, dan. Doei. Dat zwaaien. Ik weet niet of er nou een tik is of...
Wat een prijs. Oh, wat een prijs. Ja, fantastisch. Het hoogtepunt voor het laatst bewaard, denk ik, hè? Ja, echt geweldig. Ik zie nog staan dat we nog een soort eindstand-app op fullscreen krijgen. Dat nog even een top 10'tje? Ja, of dit is al zo'n zuur moment. Ja, kijk, je bent nummer 4. De Wouten lezen mee. Hey, Mick is ook keihoog eindelijk, joh. Mick, super trots op jou, jongen. Keigoed. Remco van Lissen heeft het ook echt goed gedaan. Maar dat je is toch wel de nummer 4 tot en met 7 is altijd zo'n beetje... Ja. Oh, je hebt zo goed je best gedaan. Ja. Maar toch helaas. Ja. Wouter lezen mee. Ik vind het wel een mooie naam. En qua punten verschilden het niet zo heel veel. Het waren echt tientallen puntjes. Ja, helaas. Maar goed, we gaan dan nu. Ik denk de eindstand. Ja, mannen, vrouwen. Hebben we gehad door Kiki, denk ik. Ja. We gaan door naar Kiki. Kiki, je hebt nog iets leuks te vertellen, toch? Ik heb nog iets leuks, want we hebben nog niet alle prijzen weggegeven. Er zijn nog maar liefst 3 prijzen over. En de prijzen zijn van Frian Dries. En ik laat hem even... 36 luxe bonbons. En ze zijn echt verrukkelijk. Kunnen we dat doosje even subtiel openen? Nee, er zit een zegel omheen. Die ik kun je niet openmaken. Ik loop even naar deze camera. Het is... Kijk, ik kan het openmaken. Maar als ik dat doe, dan denk ik dat alles op de grond ligt. Nee. Maar als je even op degene die dit wil winnen... Je moet even naar Frian Dries. Je moet even Dries. Verder van je het beeld. Want hij is niet scherp, Phil. En nu? Ja, beter. Je moet even op een... Insta kijken en dan hebben ze een webshop. En als je dan klikt op bonbons en dan 36 stuks, want dat zijn deze, dan zie je hoe verrukkelijk ze eruit zien. Hartstikke goed, Phil. Ga maar lekker terug staan. Ga maar lekker terug, jij. Want buiten die Frian Dries zijn er nog 2 andere prijzen. We hebben ook nog Van der Baret. Ja, persoonlijk favorietje. Als de lockdown voorbij is, trek ik 1 zieke sprint naar de Baret om daar even met zo'n krokodil in de lampen te hangen. Maar dat kun je dus blijkbaar ook thuis doen. Krokodilletje voor thuis met een fles, ik zie hem even niet staan, boswandeling zit erbij. Ik denk dat die naast die plank van de Lux Notenbal ligt. Ja. Ja. Die kan je ook inderdaad nog winnen, hè? Dus dat is ook een superleuke prijs. En nog 1. En de laatste prijs, dat is van de Klosjaar. Met een Jupiler arrangementje. Het Jupiler arrangementen van de Klosjaar. Ja. Zowel voor thuis als voor in de Klosjaar. Juist, dus... Even Fransje een berichtje sturen, hè? Barman Frans, de levende legende van de Klosjaar. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dus wil je 1 van deze prijzen winnen, wat moeten we doen, Kiki? Wat moet je dan doen? Dan moet je even naar de socials van deze 2 mannen, van DJ Fat Guys, naar Facebook of naar Instagram. Want daar hebben wij in de pauze een mooie foto van onszelf geplaatst. En daaronder staat Tilburg bedankt. En wie gun jij nu een prijs? Tag die er even onder. En dan kiezen wij, eigenlijk deze mannen, kiezen daar leuke winnaars uit. Ja, yes. Zo is het. En dan gaan we denk ik ook nog door naar de tikkie-winnaars. Klopt dat, Phil? Ja, sowieso. Maar even de Baret en de Klosjaar. Wat een geweldige feestzaken zijn dat uiteindelijk. Oei. Kunnen niet wachten. Ik trek een sprintje, hoor. Ja, ik kan niet horen. Als Mark Rutte het woord open zegt, ik sta er. Ja, als Mark Rutte het dan nog wel mag zeggen. Maar geweldige prijzen en geweldige zaken. Maar inderdaad, de tikkies. Buiten het feit dat de tikkie nog altijd open staat en je alsnog... Eventueel. Ja, volgens mij is hij nog 1,5 week of zo blijft zo'n tikkie gelden. Dus, ook dus als je volgende week denkt, ik heb nog zakgeld over. Ja, en ik vond het zo fantastische show en ik wil die horeca nog een keer steunen. Maak het alsjeblieft over. Maar we hebben nu wel 3 tikkie winnaars. En ik krijg ze door van de regie met de banknamen. Dus ik probeer ze wel een beetje niet als hoe ze normaal gesproken gezegd worden. Maar het is een tikkie. En als je je naam hoort en je zegt, hey, dit ben ik. Stuur even een berichtje naar het nummer wat op je kaart spannend. Staat. De helpdesk. De helpdesk of de andere prijs inderdaad. Het is tikkie 1 is K van Dekker. Hey! Ja. K van Dekker. En wat heeft hij gewonnen? Die heeft gewonnen. Daar ga ik eventjes kijken. Even terug. Ja, dan moet ik even terug. Hè. Hier was ik niet op voorbereid op deze vraag. Moeilijke vragen. Jongens, die mensen willen naar bed. K van Dekker heeft gewonnen het 10 verrassingspakket. Oei, met de waardebon erin. Jazeker. Onder andere waardebon erin, inderdaad. Dus K van Dekker, app even het helpdesknummer dat je K van Dekker bent en dan komt dat helemaal goed. Ja. Dan hebben we GJ van Schijvenaars. En hij of zij wint een rondleiding voor 2 personen en het geschenkpakket van Schrobbeleer. Schrobbeleer, het is niet goed hè, als je dat allemaal gaat drinken stiekem. En de derde... Het leek net of er nog iets kwam. Ik was al naar de derde tikkie. Schrobbeleer, kei leuk.
Want het is opnieuw weer multitasken, allemaal moeilijk voor mannen. Deze is wel heel erg moeilijk. Is, ik denk MW staat voor mevrouw, toch? Weet ik niet. Ja, of Maria Wilma. Of, het is in ieder geval MW en dan staat er EM. Derven van. Dus waarschijnlijk, van Derven. Denk van Derven en dan EM zijn de voorletters. En hij of zij wint een textielmuseumbezoek voor twee personen. Woehoe! Ja! En natuurlijk, alle drie de tikkies. EM van Derven. Krijgen twee menu's voor McDonald's Tilburg Centrum. Hartstikke lekker. Een van lekker. Onze grote sponsors naast Q Promotion, Gorilla Studios. Fat Guys. Fat Guys sowieso. Epic Studios. Red Epic Studios. Epic Studios, die alle fantastische filmpjes in elkaar heeft gezet. Dus ja, en de grote online tv-show zelf natuurlijk. Ook, yes. Ook. Fantastisch. Ik denk dat we klaar zijn bijna, jongens. Ik denk ook, Meerte, the floor is yours. De spellen zijn gespeeld, klopt dat? Ik kijk even naar jullie. Ja. Ik denk dat we alles weg hebben gegeven. Hey jongens. Ik denk dat we weer in een zwart gat gaan belanden. Ja. Lieve mensen thuis, nogmaals vanuit de grond van onze harten willen wij jullie ontzettend bedanken voor het meespelen tijdens deze geweldige avond. Wij hebben genoten van deze vrijdagavond, wij hopen jullie ook. We willen jullie, nou ja, wat ik al zei, namens ons bedanken, namens alle kroegbazen bedanken, namens de grote online tv-show natuurlijk bedanken. En wij doen even een diepe, diepe, diepe buiging voor jullie. Woo! En dat mogen was het, wij afsluiten met de Fat Guys in? Ja, ik denk dat we de mensen gewoon lekker hun ding moeten gaan laten doen hierna. En dat ze wel toe zijn aan weer een plaspauze en borrel. En dat het gewoon goed is. Ja, want normaal als we een boeking hebben, dan sluiten we eigenlijk af met één zin. Ja, mensen top. Die hem kennen, schreeuwen zo hard mee als je kan. Dat is namelijk dat je één ding nooit mag vergeten. Dat is namelijk dat je altijd... Wat er ook gebeurt. Oh ja! Wat er ook... Ik heb al zo lang niet meer gezegd. Zo weinig boekingen laatst. Eén ding nooit vergeten. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven eten. Ja. Mensen thuis. Fijne avond. Hè. Dank jullie wel voor het meespelen. Mocht je nog een tikje over willen maken, graag. En wat hebben we genoten van jullie. En hopelijk jullie ook van ons. Ja, heel erg bedankt jongens. En wellicht tot de volgende keer. Adios. Hey. Volgende keer bij jullie. Wauw, de spanning vanavond was om te snijden. De punten vlogen alle kanten op en de sfeer was legendarisch. Even dacht ik dat dit te moeilijk zou zijn voor jullie, maar niets is minder waar. Het was plottwist na plottwist. En wie had gedacht dat deze persoon uiteindelijk de winnaar zou worden? Ik niet hoor. Eén ding is zeker, hier gaat nog veel over gesproken worden. Ik wil jullie bedanken voor een fantastische show. De prijzen zijn verdeeld en de grote winnaars zijn bekend. Zij mogen zich met trots de allerslimste, allersnelste en allerbeste noemen die de grote online tv-show ooit heeft gekend. Nou ja, vandaag in ieder geval. En natuurlijk een schouderklopje voor de rest. Jullie hebben het allemaal geweldig gedaan. Oh, vergeet niet om de grote online tv-show te volgen op Facebook en Instagram. Naast leuke winacties die regelmatig voorbij zullen komen, kun je hier ook alle uitslagen en foto's terugvinden. Zullen we het nog één keer doen? Dames en heren. Dit was de grote online tv-show. Wij houden van jullie. Tot de volgende keer.